Ik heb nou een vraag aan jou, Arjen. Is het Arjen de kamp huis of kamp bus? Want ik heb de vraag in de internationale filmpjes gezien en dan ga je naam alle kanten. Al die Anglo-Saxen die je overtreft natuurlijk je naam, dus niet aan schuld. Ik ben zelf half Engels, dus ik... Van kamphuis, nee. Kamphuis, mooi. Geboren in Groningen, Nederlands kan het niet. PDF op die stick. Ik ga net als Amanda het inhoudelijke verhaal wat ik heb en wat ik op alle andere plekken ook vertel een beetje inkleden in een persoonlijke context, omdat ik denk dat dat hier relevant is om ook te snappen waarom ik vanaf zeg maar de eerste helft van de jaren 90 ook me heel erg met transhumanisme heb bezighouden vanuit persoonlijk interesse. Als conferenties heb georganiseerd en waarom ik nu toch een aantal vrij fundamentele twijfels heb over het project. Die zeg maar de laatste 10 jaar een beetje zijn gerezen. Dus vandaar de persoonlijke dingen. Verder is natuurlijk een uitnodiging om een uur lang voor een intelligent publiek al je stokpaardjes moest bereiken. Die moet je nooit afslaan. Dat is toch enigszins in de agenda pas. Ik woon niet meer in Nederland en ben hier slechts hier af en toe. Maar met dank aan minister Plasterk, voor wie ik wat werk mag doen deze maand weer op cybersecurity gebied, ben ik hier op reisposten van ons ministerie van Binnenlandse Zaken. Dus jullie hebben dat over betaald. Ons belasting gaat niet op wat. Waar woon je? Ik woon in Berlijn. Ja, maar daar ben ik ook maar ongeveer 1/3 van mijn tijd, dus ik werk overal. Goed, daar zal ik even wat over vertellen. The future ain't what it used to be. Ik heb de laatste aantal jaren in een aantal van dit soort fora vooral over wat twijfels behandeld, ingekaderd in de presentatie. De bulk van deze presentatie is eigenlijk een slideset die ik gebruik op business schools en bij grote klanten, de Shell, de Unilevers en dat soort clubs. En dat is dus vrij positief. Aan het eind heb ik een paar fundamentele vragen en twijfels die ik jullie niet wilde onthouden, omdat daar volgens mij de grote uitdagingen zitten. Nou, volgens familielegende viel ik in 1972 uit de hemel. En gelukkig was mijn papa net in de tuin nog opgepakt. Dat is helemaal goed gekomen. Ik groeide op in de jaren 80. In een familie van natuur- en sterrenkundigen en mensen die in politiek zaten. Dus ik was me zeer wel bewust van het feit dat de wereld was in tweeën verdeeld. Er stond een muur tussen. Het ging een paar keer zeg maar bijna fout. En we zijn een paar keer daardoor geopend. Nu dankzij alle archieven die open zijn gegaan over de Koude Oorlog weten we ook dat het echt een paar keer echt een close call is geweest. In de zin dat de mensen al echt met de vingers aan de knoppen zaten en soms op uren of minuten verwijderd waren van wat we hier allemaal nog niet hadden gezeten. Of maar een paar van ons en dan waarschijnlijk in een radioactief verpak. In 1989 was de tweede keer dat ik in Berlijn was. Ik was daar vorige keer met een schoolreisje heen geweest. En in 1989 was het duidelijk, iedereen die een beetje nieuw volgde, wat er aan het gebeuren was. Dus op een gegeven moment stapten we met een paar mensen in de auto en liften wij naar Berlijn. En dat was een geweldige zomer van 1989. Dat was een hele hoopvolle zomer, want dat leek er echt op toen, in die periode. Hè, dat Koude Oorlog, dat was echt duidelijk, dat waren we aan het afronden, dat was voorbij. We waren door het oog van de naald gekropen en nu konden we dus eindelijk, ging de wereldvrede uitbreken en konden we eindelijk dus met al die mooie technologie andere dingen doen dan marginaal beter atoombommen bouwen. En ik had toen net mijn diploma gehaald en het was een fantastisch mooie zomer met heel veel zon. Ik had echt zo'n idee van nou, dat is voorbij, close call. En nu gaan we de komende 10, 20 jaar doen en ik ben een beetje zo'n nerd, dus ik ga iets met natuurwetenschap doen en we gaan nu weer raketten maken die omhoog vliegen in plaats van straight and level. Dus dat was een hartstikke optimistische tijd, zeg maar. Ik ging me met dit soort dingen bezighouden aan de Universiteit Utrecht. Hartstikke mooi, geweldig, mooi speelgoed, hele andere slimme mensen om de hele dag mee door te brengen, geweldige tijd. Mochten ook een bezoekje brengen aan dit apparaat, toen nog aan, maar hij is nu af, hè. Hij wordt nu gebruikt. Dus dit is de Large Hadron Collider in deze eeuw en daarvoor waren ze dit allemaal in elkaar aan het lassen. Je ziet daar voor de mensen die het niet kennen. Dit is een van de grootste wetenschappelijke apparaat ooit gebouwd. Ik heb mezelf in mijn studietijd ook met energie bezig gehouden, dus met de minder theoretische kant, maar gewoon de praktische vragen over hoe kunnen we in de toekomst in het westen van onze energievoorziening regelen zonder dat we inderdaad het klimaat helemaal de nek omdraaien, terwijl we toch elk jaar 3% meer
kan verbruiken. En want al die mooie witte iPods die draaien dus wel op hele zwarte steenkool voorlopig nog vooral. Dus dat moet anders. En klimaatfysica, wij deden toen al computermodellering van klimaat op basis van NASA-modellen en andere modellen. Dus ik spreek nu over begin jaren 90. En toen was het al zo dat er waren een positief scenario, business usual scenario, een negatief scenario. Ik kan u vertellen dat de meest zwarte scenario's in 1993, die toen als absolute rampzalig werden bestempeld, dat is nu het business as usual scenario. Dus de meest enge zweterige nachtmerries van de mensen van toen, daar zijn we nu voorbij. Hè? We hebben nu ook bijna geen ijs meer op dit moment in het Noordpoolgebied en zo, alleen maar heel op de lijst. Er zijn wel dingetjes. Ik kwam toen bij IBM te werken, want iedereen in de midden jaren 90 die een computer aan kon zetten, die kreeg daar meteen een baan. En dan mocht je, dan kreeg je echt het allermooiste speelgoed op de wereld. Unlimited, was geweldig. Ik had heel veel tijd. Het internet kwam toen ook op en dat is eigenlijk waar, dat zal Natasja zal er veel meer over vertellen later vandaag. Maar die heb ik ook voor het eerst dus ontmoet online, op het internet wat toen opkwam, zeg maar, voor gewoon stervelingen. Dat je niet langer aan een universiteit hoefde te werken om op internet te komen, maar dat je als gewoon mensen ook heen kon voor 1 gulden per minuut en je modempje thuis en zo. En die hele community is daar denk ik ook voor een deel uit ontstaan, omdat er waren maar heel weinig mensen mee bezig wereldwijd, maar dankzij het internet konden ze elkaar opeens vinden. En die gingen dus allemaal met elkaar in gesprek. En ja, ik zat dus ook op een aantal van die mailinglijsten en dat was gewoon 300 mailtjes per dag. Dus je had je werk, je had het lezen van een mailinglijst en dan had je 5 uur slaap en dat was ongeveer je leefritme, zeg maar. Maar het was ontzettend leuk, hele slimme leuke mensen. Ik ben op een gegeven moment ook inderdaad ze fysiek gaan opzoeken. Dat was natuurlijk dan ook wel heel bijzonder om gewoon een rondje Amerika te doen in 6 weken. En dan al die mensen ook te spreken die je al heel goed kende van de mailinglijst. Want het waren echt hele intieme gesprekken die je had. En ja, mijn andere grote liefhebberij was dit. Daar kreeg ik ook binnen de transhumanistische community, waar allemaal mensen vast van plan waren om 1000 jaar te worden, kreeg ik er wel eens commentaar op. Want er gaan wel eens dingen fout. Dus ik was ook al vanaf mijn 6e inderdaad met de dood bekend door ook een overleden grootvader. Maar ook als je deze sport doet, dit is niet een gezond sport. Hè? Even heel veel duidelijkheid. Wel als je gewoon een stukje gaat wandelen in de Alpen, maar als je zeg maar naar de next level gaat en je gaat naar 6.000-7.000 meter en zo, dan is het niet gezond dit. Er is straling en er is zuurstoftekort en kapotte knieën en afgevroren stukjes en allemaal dat soort dingen. Goed uit Pakistan. Maar ik vond het altijd wel de moeite waard en voor mij was het ook wel erg heel transhumanistisch dat je dus zegt van ja, 7.000 meter boven zeeniveau, daar zijn mensen dus echt biologisch niet voor gemaakt. Mensen gaan ook dood als je daar te lang blijft. Maar met heel veel technische trucjes kunnen we er toch even zijn en ook nog een foto maken en later terugkomen. Dus dat was dan toch wel cool. Dus ik had gelukkig een werkgever die dus dit ook sponsorde en zo. En ja, die liet mij af en toe dagen van 14 of 18 uur werken, maar dan mocht ik ook wel eens een maand vakantie nemen. Dus dat kwam allemaal goed. Nou, dus mooie tijd in de jaren 90. En opeens was het voorbij met het feest. Hè. Kunt u zich misschien nog allemaal herinneren. Gouverneur Bush die nam de macht over en vervolgens ging het van kwaad tot erger, zou ik maar zeggen, in Amerika. Ik heb nog even 2,5 jaar gehoopt dat dat een soort tijdelijke aberratie was, maar toen werd het wel vrij snel duidelijk dat dit de nieuwe normal zou worden voorlopig. En dat is dus wel een probleem. Dus dat is een beetje de ontwikkeling zoals ik hem heb gezien de laatste 20 jaar. Ik kan nog even mijn props vergeten. Die gaan we op de mini. Dat is toch wel heel erg. Juist, ik had eigenlijk een uitstalling mee willen nemen van gadgets die ik ooit heb gemaakt voor een sessie. Maar dat is er niet van gekomen. Maar, ik heb wel iets onderin. Nee, ik heb hem niet. Een ander gadget. Als ik hem kan vinden. Tja. Dit is het begin van technologie, afhankelijk van wie je gelooft, 1 miljoen jaar geleden of 6000 jaar geleden, ik ben persoonlijk meer van een miljoen school, toen de voorouders van ons ontdekten in de Hoorn van Afrika dat je met het bovenbeen van een antilope, daar zit zo'n kogelgewricht aan, het gewricht heel hard, en je hebt een mooie verlenging van je arm, en als je daar nou een ander beest op zijn hersen slaat, valt het beest dood neer en dan eet je die avond vlees in plaats van gras, en dat is dan een stuk hogere voedingswaarde. En dat maakte ons tot een veel succesvollere soort dan daarvoor, want we waren vrij marginaal en waarschijnlijk kwam het uitsterven bedreigd. En op een gegeven moment hebben we dus ook ontdekt dat je objecten uit de natuur kon aanpassen om ze beter te maken voor de functie die je wil. En dat is zeg maar echt de essentie van technologie. En niet dat je een stokje pakt en iets mee doet, want dat doen kraaien en chimpansees ook. Maar dat je objecten
met een ontwerp heel van tevoren bedacht, zeg maar, gaat aanpassen aan een functie. En dat zijn we dus op een gegeven moment gaan doen. En ik heb deze ook, maar die zit onder in mijn tas, ik ga het niet zien, maar we zijn op een gegeven moment er geavanceerde dingen van gaan maken. Deze is dus 800.000 jaar oud. En dat is dus de eerste technologie. Nou, toen is van tijd niet zoveel gebeurd. Dit is een stenen vuistbel uit Denemarken, al 7200 jaar oud. En hier tussen zit dus 100 keer onze hele geschiedenis. En in die tijd gebeurde er dus technologisch eigenlijk bijzonder weinig. Nou, mensen leefden inderdaad gemiddeld zo een 22 jaar, geloof ik. Wat natuurlijk vooral ook van de hoge kindersterfte, maar boven de 50, dat was al extreem zeldzaam. En honderdduizenden jaren lang gebeurde technologisch eigenlijk heel weinig. In vergelijking met wat we nu gewend zijn, namelijk elke 14 maanden een nieuwe telefoon. En dit is dus een natuurlijke toestand van de mens. En het verklaart ook waarom technologische verandering voor mensen zo moeilijk is. Omdat ja, de norm is dat we die niet hebben. Dat we technologische verandering hebben is een zeer recent fenomeen. En onze hersenen zijn daar totaal niet op voorbereid. Dus deze is helaas op een gegeven moment gebroken. Maar dit is een replica. Dit is gemaakt van vulkanisch glas. En nou ja, daar kan je dus met een lange stok en drie stevige kerels en dan kan je zo'n man op te lijf. En dan heb je natuurlijk voor de hele klan heb je gewoon een maand lang een barbecue, zeg maar. En we hebben dus ook letterlijk met een waarschijnlijk maar een paar duizend mensen in Noord-Amerika in een paar generaties daar gewoon alle grote zoogdieren uitgemoord, behalve de bison en een paar andere, maar bijna alle grote zoogdieren. En dat was met dit soort technologie. Maar door deze kan je gewoon meenemen in je handen op Schiphol, wordt niet gedetecteerd door de scanners. Probeer. Dus duizenden jaren lang marginaal betere vuistbijlen en opeens, dan krijgen we een beetje technologie, dan krijgen we ook heel veel meer technologie. Als je een beetje technologie hebt, dan is niet de hele stam alleen maar bezig met jagen verzamelen, dan kunnen mensen zich specialiseren. En als mensen zich helemaal kunnen specialiseren, dan kunnen ze zich dus een jaar lang gaan oefenen om zoiets te maken uit een stuk glas. En ja, dan gaat het dus hard. Een serie revoluties, agrarische revolutie, industriële revolutie, informatierevolutie en opeens hebben we voetstap op de maan en iPods en mobiele telefoons waar je van tv kijkt. Dus eigenlijk is alles op technologiegebied en ook alles denken daar is eigenlijk nu gebeurd, net, vandaag, gisteren, de laatste paar jaar. En daarvoor hebben we een hele lange geschiedenis, ja, waar we gewoon een beetje aan het modderen waren, zeg maar. Maar onze intuïtie als biologische soort en ook toch nog in onze cultuur, en ik doe veel met Rijksoverheden, zie je dat, is dat veranderingen geheel verleidend. Morgen is zoals vandaag en overmorgen ook nog een pas in een verdere toekomst, dan gaan dingen zo erg veranderen dat we alle fundamenten ter discussie moeten stellen, maar dat mag dan de volgende generatie doen. Het is een natuurlijke manier om bedrijfsstrategie te maken, om nationaal beleid te ontwikkelen, dat soort dingen. Als we echt naar cijfers kijken, dan zie je dat dingen inderdaad vaak heel langzaam beginnen. En dan lijkt dus die intuïtie van gelijk dat vooruit gaat kloppen. Maar vaak is er op een gegeven moment een soort doorbraakpunt. Het heeft te maken met cultuur, hè, dat de samenleving er klaar voor is. En price performance van technologie en bruikbaarheid en dat soort dingen. Op een gegeven moment is er een soort doorbraakpunt en dan kan het heel rap gaan. En dus internet bestond al sinds eind jaren 60. En heel lang was dat het domein van een handjevol academici met computers zo grote schoolkasten die meer kosten dan het huis. En heel lang werd dat zo. In Nederland in 1993 kregen we Access for All, de eerste publieke internetprovider waar je als niet-academicus gewoon op kon. En binnen 6-7 jaar daarna zat de overgrote meerderheid van de Nederlandse bevolking op internet. En was het eigenlijk zo gewoon dat je er nauwelijks meer over nadacht. Nou, vandaag de dag heeft 98,5% van de bevolking toegang tot internet. De meeste van ons gewoon nog een kontzak. Dus het heeft nogal wat implicaties dat als je toekomstprojecties doet, of je denkt dat geleidelijke vooruitgang of versnelde vooruitgang, en welke van die twee hebben we? En als dit onze technische mogelijkheden zijn, zo'n laptopje, en hier aan het eind van die as hebben we zo'n laptopje waar je een verstandig gesprek mee kan voeren. En is het dan Star Trek, 200 jaar weg, want je moet in de tijd van daar helemaal daar toe. Of zijn we al hier in de tijd zonder dat we het doorhebben, en zijn laptops die even slim zijn als jij misschien maar 15 jaar weg. Dat verschilt dus nogal in je projecties. En als je bijvoorbeeld een pensioenfonds bent of zo, en je bent Shell, en je hebt planningstermijnen van 20 of 30 jaar, dan moet je er dus over nadenken. Dus daar mag ik dan af en toe clubs mee helpen. Ja, grote getallen, daar moeten we een beetje comfortabel mee worden. Nou, sinds de crisis, hè, building is the new million, dus dat helpt ons al een beetje om comfortabel te worden met grote getallen. Maar ja, giga, in informatietechnologie is giga natuurlijk helemaal niks meer, hè. Tegenwoordig micro SD kaartjes met 128 gigabyte. Exa, dat is de schaal van het aantal berekeningen wat de NRC per seconde kan maken. En zettabyte, dat is het aantal bytes dat in de nieuwe infrastructuur opgeslagen kan worden die ze nu aan het bouwen zijn. Dus dan praat je inderdaad over evenveel zandkorrels op aarde.
dat is het aantal bytes wat de NRC kan opslaan over jouw Facebook-gedrag. Ik denk nou dat mensen het verhaal van het schaakbord misschien wel eens gehoord hebben. Als je gewoon een schaakbord hebt en je legt daar wat rijstkorreltjes op en je doet 1, 2, 3, 4 en dan heb je daar 64 en dan heb je zo'n handje vol rijst. Als je echt 1, 2, 4, 8, 16, 32 doet, dan gaat het heel hard. En dan heb je daar al 4,5 miljard. En ja, dan worden daar dus 8 miljard en dan gaat het dus heel hard. Dat is dus die versnelling. En dan kom je uit bij dit soort getallen. Dus zeg maar, hoe je denkt dat de progressie is gaat, of die lineair is of exponentieel, dat verschilt nogal in het eindresultaat. En in Nederland hadden we op een gegeven moment de adoptie van WhatsApp in Nederland. Die werd dus pas, dat volgde dus zo'n soort curve, dat volgde dus zo'n soort verdubbelingsproces. En iedere zoveel weken verdubbelde het aantal gebruikers. En in het begin hadden dus een paar mensen het, dus KPN had niks door. En op een gegeven moment had KPN door dat een 20% van hun klanten WhatsApp ging gebruiken. En zij zagen toen een meetbare daling in het aantal sms'jes. Maar ja, als je in een exponentiële curve zit die van 0% naar 100% gaat, met een verdubbeling van het aantal percentage in elke paar weken, en jij komt er pas achter als het 20% is, dan is in die tijd is het proces al voorbij. Dan is het over. En dan zijn er nog twee verdubbelingen en dan is het klaar. Dus KPN die reageerde ook pas toen het eigenlijk al voorbij was. En toen ging ze eerst WhatsApp blokkeren en nou ja, vervolgens hadden ze een gat in de begroting van 1 miljard per maand, omdat ja, half Nederland stopte met sms'en. Dus je ziet dat in de echte wereld hebben organisaties, zowel individuele mensen als organisaties, ontzettend veel moeite om echt te snappen wat versnelde groei en versnelde verandering betekent. Als je echt wil snappen wat het betekent, dan moet je even kijken naar de vorige. Sorry? Is het wel ook niet heel lastig om dat te meten, zeg maar? Want kijk, er zijn wel meer diensten als WhatsApp die in het begin ook maar een paar gebruikers zijn, ja. Maar dat breekt niet door. Dus bijvoorbeeld... Nee, maar dus ik zeg ook niet dat ik daar een perfecte oplossing voor heb. Maar grote organisaties zullen dus verrast blijven worden door dit soort ontwikkelingen. En dat kunnen ze iets minder doen door iets breder om zich heen te kijken. Maar er zullen altijd gekke dingen gebeuren. Ja. Er is ook geen perfecte oplossing hiervoor. Maar je kan wel meer en minder slim modderen, zeg maar. Ja. En, dus dat, en meer en minder slim modderen kan zomaar 10 miljard schelen op de begroting. Dus dat is wel de moeite waard. De vorige grote informatierevolutie, dat was 500 jaar geleden. Dit apparaat maakte het mogelijk om 10.000 keer zo goedkoop als daarvoor een boek te reproduceren. Daarvoor had je namelijk een monnik, die moest je dan 2 jaar opsluiten met een geitenvellen en als die dus inkt, en dan ging hij met de hand een Bijbel overschrijven. En dat was een hoger opgeleid individu, want die kon lezen en schrijven, wat bijna niemand kon in die tijd, want er waren geen boeken om het uit te leren. En dus een boek in die tijd kostte, als je in huidig geld rekent, in de orde van 250.000 euro. Nu kon je met de boekdrukpers kon je een hele stapel boeken maken in de namiddag. En by the way, de meeste mensen, het arbeidspotentieel van mensen die daaraan werkten, die hoefden niet eens te lezen en te schrijven. Die moesten alleen maar leren hoe ze die pers moesten bedienen. Dus je kon veel sneller maken, maar het aantal mensen wat kon participeren in het productieproces, dat explodeerde ook nog eens. Dus we hadden een explosie van kennis in Europa en dat leverde een aantal effecten op. De hele moderne wetenschap is daaruit voorgekomen, maar ook allerlei religieuze oorlogen, want opeens had iedereen een Bijbel in zijn eigen taal. Ging het lezen en ging het vergelijken met dat verhaal wat al die priesters al aan het vertellen waren. Zo van 10% van je inkomen moet je aan Rome geven, want we zijn daar een grote kerk aan het bouwen en zo. Dat gaf dus zeker ook in Nederland zo'n 80 jaar lang mot. Hè? Dus dan hebben we uiteindelijk de Spanjaarden eruit geknikkerd, daar is ons land ook voortgekomen. En het had nogal wat consequenties. Dus bedenk maar alles wat er in de wereld is veranderd de afgelopen 500 jaar. En het heeft waarschijnlijk een groot deel te maken met deze technologie. Renaissance, moderne wetenschap, maar ook bijvoorbeeld democratie, het concept van mensenrechten, alle fundamenten van de moderne wereld, die hangen van een groot deel aan vast. Nou, nu zijn we dus misschien weer, dat weten we nog niet, hè, want we zijn nog maar net begonnen, misschien zijn we meer met zo'n revolutie bezig. En dat zou dus kunnen betekenen dat alle grote bestaande instituties van vandaag, dat die gewoon net zo gaan verdwijnen of irrelevant gaan worden zoals het Vaticaan. Het Vaticaan bestaat nog, het is toch meer een toeristische attractie tegenwoordig, zeg maar, zeker hoe we er in Europa over nadenken. Hè. Dat is toch wat anders dan 500 jaar geleden toen de paus gewoon een leger naar jouw land kon sturen om iedereen met een boekdrukpers de hoofd af te hakken, zeg maar, omdat ze illegaal bijbels aan het drukken waren. Dus echt wel wat veranderd. Nou, dit is het technologische eindstadium van dus die vorige informatierevolutie, de bibliotheek. Je kent ze nog wel van vroeger. Dat is tegenwoordig van die concept. Maar ja, die gaat... Ja, tegenwoordig ga je als student naar de bibliotheek, omdat daar is het lekker stil en dan ga je een goede wifi en dan ga je daar met je laptop zitten werken, zeg maar. En dan ga je naar books.google.com, je tikt een woord in en dan heb je gewoon 100.000 boeken over welk willekeurig onderwerp. Dit gaat hard.
En dat heeft dus nu wat consequenties. En dit zijn de makkelijke, leuke voorbeelden. Daar noem ik het even voor. Hoe technologie het klimaat verandert. En de muziek- en de filmindustrie die worstelen met het feit dat zij hebben jarenlang heel veel geld verdiend aan het distribueren van stukjes aluminium en plastic voor 40 euro per stuk met daar wat bits op. Maar ja, die bits die kan je nu overal krijgen, dus waarom zou je in godsnaam nog naar de free workshop gaan en die zijn dan ook inderdaad failliet. En ja, dat, zo hoort dat ook, dat is gewoon creative destruction, dat is prima. Nou ja, je kan dan hier naartoe gaan natuurlijk, maar ja, dan zit dus dat muziekstukje wat je kost, wordt dan digitaal gelokt aan je iPod. Wie wil dat in godsnaam? Dus als ik bij rechtsgaarde Nederland ga je natuurlijk gewoon hier naartoe. Bovendien hebben ze ook meer, dat is ook gratis, dat is ook sneller. Dan worden die niet helemaal vastgelegd wat jouw muzieksmaak is door allerlei buitenlandse veiligheidsdiensten. Dus dit is gewoon veel handiger. En ondanks verwoede pogingen en miljarden besteed inmiddels aan rechtszaken, is het nog nooit gebeurd gelukt om dit uit te zetten. En dat gaat waarschijnlijk ook niet meer gebeuren. Dus je kan hier hele lange moeilijke discussies over houden. Maar iedere keer dat het ergens verboden wordt in een land, dan is dat een nieuwsitem. En het belangrijkste effect is dat er meer mensen naar die site gaan. En dus de dag dat in de Verenigd Koninkrijk de nationale blokkade van de Pirate Bay werd ingevoerd, de volgende ochtend had de Pirate Bay 12,8 miljoen nieuwe bezoekers. Want de drie avonden daarvoor was het een 5 minuten nieuwsitem op BBC 8 uur journaal. Dus ja, you can't buy advertising like this. Dus die gasten in Zweden die lachen, schudden buiten van het lachen op de tafel werkelijk. En 12,8 miljoen Britten, bovenop de gebruikelijke 20 miljoen die toch wel elke dag kwamen, hadden dus allemaal de manier gevonden, die natuurlijk gewoon overal op internet stond, over hoe je die blokkade moest doen. Nou, maar dit komt omdat het technologisch mogelijk is, hè? Ja. Maar er is natuurlijk wel het probleem dat op het moment dat een cijfer of een band niks meer verdient als een creatieve... Ja, maar dat blijkt, er is geen enkele statistiek die blijkt dat er minder artiesten minder geld verdienen. Sterker nog, er zijn vandaag de dag meer artiesten die meer muziek en andere culturele uitingen maken dan ooit tevoren in de menselijke geschiedenis. En daar ook nog meer geld mee verdienen dan ooit tevoren in de menselijke geschiedenis. En dat verdienen met advertising en de concerten en dat soort grappen. Van alles en nog wat. Maar met andere dingen dan je muziek op een aluminium schijfje te laten drukken. Dat is dan meer marketing. Er zijn andere business models. Ja. Maar je hebt ook een heleboel tussenbedrijven die 90% van de omzet pakten historisch. Die heb je weg. Dus je hoeft maar 10% van je oorspronkelijke omzet te maken, aangezien je kostenbasis 90% gereduceerd, pak het helemaal neer. En ja, er zijn ook een heleboel schrijvers die niet kunnen leven van hun schrijven. So what? Dat is ook een historisch feit. Je hoeft geen schrijver te worden. Je kan ook gewoon een leuke baan in de verzekering te leggen. Als jij niet 500 fans hebt die genoeg geld willen betalen om jouw basis in leven te houden, ja, misschien moet je dan gewoon iets anders gaan doen, weet je? Dus, historisch gezien is het nooit zo, als schrijver of kunstenaar word je niet rijk. Als je rijk wil worden, moet je echt iets anders gaan doen. Dus gewoon, ja. Om even het ding, hiermee sluit ik de discussie eigenlijk altijd een beetje af. In Noord-Korea is de overheid dus niet in staat om te voorkomen dat haar burgers illegaal files delen. Dus, hoe de directeur van Brein denkt dat je dat in Nederland gaat blokkeren als het in Noord-Korea niet lukt, waar letterlijk het bezit van een USB-drive met een PDF van The Economist, dan krijg je gewoon een nekschot in de politiek van je flat, hè. En toch doen mensen het. Dus gewoon, ja, mensen willen gewoon die informatie hebben. Dus het is heel simpel eigenlijk. Hele moeilijke discussie, maar het is eigenlijk heel simpel. We hebben een internet, daar kunnen we niet meer zonder, want als we die uitzetten, dan zijn er 16 uur de planken van de Albert Heijn in Amsterdam leeg. En dan krijgen we reddertjes, want hun logistiek loopt over internet, bijvoorbeeld. En zo wat andere belangrijke dingen ook van zijn. Dus die internet dat hebben we, en dan kunnen we kiezen. Of we hebben privacy, of we hebben het copyright naar het 20e eeuws model, maar niet allebei. Dus één van de twee gaat verdwijnen. Niet noodzakelijk formeel wordt afgeschaft, maar gaan natuurlijk niet verdwijnen. Dus ik hoop dat we privacy houden. En ja, als ik jou een encrypted mailtje kan sturen, dan kan daar dus ook een e-book in zitten. En dat betekent dat de copyright unenforceable is. En unenforceable wetten moet je niet handhaven als democratisch land. Ja. Dus ja, hier gaan we nog 20 jaar lang gaan we een hele moeilijke discussie over voeren. En heel veel dure lobbyisten gaan in Brussel heel veel mensen mee aan lunch nemen voor 1000 euro om dit proces te vertragen. Maar het einde is done. Het is over. En je kan ook internet en copyright hebben, maar dan moet je dus al het internet monitoren tot aan de laatste bit. Nou, er zijn mensen die dat graag willen proberen en ik ben er trots op dat ik onderdeel ben van de club die er hard tegen vecht. Dus dit is zo deed ik vroeger, zo deed ik nu. En hoe kan Wikipedia met 33 mensen in dienst een beter product maken dan de Encyclopedia Britannica met 1500 mensen in dienst? Ja, dat is omdat zij het outsourcen naar ons. Er komt even iets op. Sure. Ik hoorde net aan het begin van je verhaal dat je onder andere ingehuurd bent door meneer Plasterk. Ja.
die volgens mij de basis is van de partij in Nederland, die juist wel monitort. Ja, maar dat is, ja, maar ik mag alleen maar adviseren en dat moet ik dan ook nog in hele deze taal doen. En bovendien gaat dit over security van stemcomputers en niet over andere... Niet copyright. Nee. Maar copyright heeft Plastic helemaal niets over te zeggen. Nee, dat snap ik, maar in de algemene zin monitoring en elke bit monitoren. Ja, maar monitoring van Nederland heeft Plastic ook niks over te zeggen. Oh, dat dan zou je suggereren dat dat nu door de Nederlandse overheid bepaald wordt. En dan wil ik je echt even volledig uit de droom helpen. Wij zitten in de NAVO en we krijgen gewoon instructies uit Washington. En dat is het einde van die discussie. Okay. Het maakt helemaal niet uit wat Plastic daarvan vindt of Rutte daarvan vindt. Of, nee. De rel was toch ook vooral dat hij wist dat de NSC ons bestanden bekeek. Niet dat hij er toestemming voor gegeven had, maar gewoon dat hij wist dat het... Nee, maar ze doen er dus ook niks aan. En dat is dus omdat er gewoon een deal is. Luister, willen jullie tegenorders voor de JSF? Ja, nou dan niet zeuren. Punt. Dat gaat vrij doen, toch? Daar moet je geen illusies over hebben. Wikipedia die heeft 33 mensen in dienst en 2,5 miljoen actieve schrijvers aan een encyclopedie. Die dus allemaal niet in dienst zijn van Wikipedia. Die hebben dus geen secretaresses, laptops, kantoren, leaseauto's, allemaal dat soort dingen hebben ze niet. Ze hebben alleen 33 mensen, waarvan de meeste, by the way, gewoon systeembeheerders zijn. En die runnen van die servers waar Wikipedia op draait. En een paar mensen die sturen een community aan. En dan heb je allemaal mensen die, ja, ik weet niet, jullie hebben meegeschreven aan een Wikipedia-artikel. Dat is heel goed, hè, want dan blijft je echte naam voor eeuwig in de belangrijkste encyclopedie van Nederland staan. Goed voor het ego en ook goed voor gewoon je image op internet. Die niet alleen maar consumeert, maar ook wat kennis teruggeeft. En ja, er is altijd wel iemand te vinden die juist als hobby je Russische sigarenbandjes in het interbellum. Die schrijft daar 13 jaar over. Dus sommige mensen hebben misschien maar één contributie. Maar ja, als je 2,5 miljoen mensen hebt die af en toe één keer in de maand een half uurtje komen bijdragen aan jouw project, dan heb je dus veel meer dan als jij een paar honderd mensen hebt die 40 uur voor jou werken. En dat blijkt dus dat, nou ja, sommige problemen kunnen op die manier veel beter doen. By the way, lang niet alle problemen. En dat is een interessante discussie. Wat kunnen we doen à la Wikipedia en wat moeten we blijven doen op meer klassieke manieren? Mag ik even iets vragen, een beetje een banale vraag misschien, maar wat, wat is het verdienmodel voor Wikipedia? Er is geen verdienmodel. Maar hoe zit het? Er is geen verdienmodel, punt. Maar er dus wordt niet, er is niemand die dat geld heeft. Er wordt geen geld verdiend, er is geen reclame. Dat is nooit het doel geweest van Wikipedia. De meeste mensen vinden dat gewoon geen interessant verhaal. Dus er zijn een paar mensen die doneren af en toe een beetje geld. Je moet wat servers in de lucht houden. De software kost 0 euro. 99,999% van alle mensen die zich hier tegenaan bemoeit, krijgt er ook nooit iets voor. Verwacht dat ook niet. Dus de vraag naar het businessmodel is nooit een vraag geweest. En dat is ook waarom het zo succesvol is. Die 33 mensen, dat is... Het is ja, die krijgen gewoon een salaris om daar... Waar komt dat geld voor? Je krijgt wel steeds vaker een verzoek voor een donatie. Je krijgt wel af en toe een verzoek voor een donatie. Steeds vaker van. Ja, nee, omdat je kennelijk bijvoorbeeld voor het beheren van je systemen, daar is een bepaalde zekerheid van nodig. En dan wil je dus een paar aantal mensen die je ook om 3 uur 's ochtends uit hun bed kan bellen op een zondag. En dat ze dan in de auto stappen naar een datacenter. En dat werkt dus niet altijd even goed met vrijwilligers. Wat je vaak ziet met peer-to-peer bewegingen is dat er een stichting omheen zit en dat is Wikimedia. Ja, Stichting Wikimedia. Die verzamelt zeg maar het geld om het draaiend te houden. Oh, zo. Maar als je in een peer-to-peer beweging geld laat rondgaan, ja, verstroopt alles en dan gaan de radaren stil staan. Dus het is handig om het geld er buiten te houden, dat het faciliteert dat het blijft draaien. Ja, ja. Maar je wil dus zo min mogelijk ook mensen met salarissen hebben, want wat je dan krijgt namelijk is dat mensen daarheen komen niet omdat ze het willen doen, maar omdat ze een baantje willen. Hmm. En dat zijn eigenlijk de mensen die zoveel mogelijk buiten willen houden. Dus hou je het absoluut minimalistisch mogelijk. Het is een van de grootste websites op de planeet. Ik praat niet over één webserver. Je praat over een aantal kamers zo groot als dit vol met computers. Die moeten beheerd worden, daar heb je 20 mensen voor nodig. Oké, dit is vraag. Sure. Je hebt toch ook een enorme wildgroei op Wikipedia op deze manier? Ja. Ja, er zitten ook fouten in, maar 5 keer zo weinig fouten als in de Encyclopedia Britannica. Dat is best goed. Want de Encyclopedia Britannica wordt ook geschreven door mensen die doen ook domme dingen. En dit corrigeert zichzelf, want als het fout is, dan kan je dat challengen. Dan kan je zeggen, ja luister eens, maar hier is een wetenschappelijk onderzoek dat zegt iets anders. Dus wat leer je nog de Britannica? Ja, het wordt nog gemaakt, maar niet meer dan dode bomen. Want ik wil dat dan verkopen. En mijn opa had hem, 29... in kalfsweer gebonden delen en dan nummer 30 nog erbij. En tegen de tijd je laatst had afbetaald, dan was hij eerst al even oud. Hè? Dus ik werk dan niet. Dit is even mijn ding over social media. Dit is waar grote bedrijven mee zitten. De Vodafones en dat soort clubs, die zijn vaak zo bezig met hun eigen processen.
Dat ze totaal niet doorhebben dat hun klanten helemaal niet geïnteresseerd zijn in hun administratieve houding en huishouding, maar dat ze gewoon een oplossing willen voor hun probleem. Dus je moet maar eens proberen, als je een probleempje hebt en je belt met je telecomprovider, moet je gewoon eens even heel bewust gaan bijhouden. Als je eenmaal echt met een mens spreekt, hoeveel seconden het duurt voordat het niet langer gaat over jouw probleem, maar over hun interne administratieve huishouding die hun beperkt om jouw probleem op te lossen. Ja. Mijn gemiddelde is 65 seconden. Ik stop voor ze tegenwoordig. Dus ja, social media. Ik ben altijd verbaasd als mensen zich social media expert noemen, want ik heb zoiets van die technologie is nog zo jong. Nobody knows what the fuck is going on. Waar dit voor is, waar het goed voor is, waar het vooral ook absoluut niet goed voor is. En dat zien we dan ook wel eens in Nederland weer als een politiecommissaris zijn baan moet opgeven vanwege zijn enthousiast twitteren. Er zijn wel eens wat overspannen verwachtingen geweest. Er was een Twitter-revolutie ooit in Iran en iedereen zei, oh, we gaan nu allemaal twitteren en dan komt de revolutie. En er werd meer getwitterd en het Westen ging terug twitteren en er zou een revolutie komen en toen ging Michael Jackson dood. En binnen 3 uur was niemand in het Westen meer bezig met Iran, maar iedereen was bezig met de dood van Michael Jackson op Twitter. Je kan het nog steeds terugzien in de Twitter-database. Ze hebben een API waar je tegenaan kan praten, kan je het uitzoeken. En van de Iraanse revolutie hebben we daarna lang niet wat gehoord. Dus ja, Twitter en dat soort dingen, ik doe niet één specifiek bedrijf aan het kijken, maar ja, het is hartstikke handig en leuk en ik haal er ook best wel leuke dingen uit. Maar laten we nou niet denken dat dit geschikt is als kritische infrastructuur voor echt hele belangrijke dingen, want sorry, daar is het gewoon niet geschikt voor. Ja, we hebben ook die andere natuurlijk, dat is nog erger, staat bekend als Stasi-boek inmiddels in zeg maar de infosecurity kringen. Hier had echt Honecker een natte droom van gekregen, van het idee dat je dus niet één op de vier landgenoten hoeft in te huren om te rapporteren over die andere drie, maar dat al die landgenoten het gewoon zelf doen over zichzelf en over elkaar. En dat je dat gewoon kant-en-klaar aangereikt krijgt in een database die gestructureerd is. Het is fantastisch natuurlijk. Iedereen vertelt waar die is, met wie die luncht, wat die eet, hoeveel het kost, op welke locatie, precies hoeveel minuten die er is. Geweldig. Dus ja, ik vind Facebook een beetje net zoiets als dit spul, dat heet asbest. Asbest is echt een onwijs mooi materiaal, bouwkundig gezien dan. Bouwkundig gezien asbest, vibratiebestendig, brandbestendig. Eigenlijk zouden we alles van asbest moeten bouwen. Vooral ziekenhuizen en kinderdagverblijven. Vanwege de brandveiligheid. Asbest heeft één klein nadeeltje. Is dat als er iemand dan een keer een spijker in de muur timmert of een stukje wil zagen, dan komen er allemaal rotzooi uit en dan krijgen mensen kanker van. Dat is een beetje vervelend. Ja, dat is echt wel een beetje jammer. Bouwkundig gezien trouwens totaal irrelevant, hè, maar toch wel jammer. En maar dus kanker is binnenkort genezen, dus kunnen we weer asbest. Nou ja, goed. Maar voor nou, ik zou daar even nog niet op gokken. Voor nou zijn we dus gestopt met het gebruik van asbest. Ondanks het feit dat alle goede bouwkundige redenen om asbest te gebruiken nog steeds bestaan. En ik denk dat je Facebook ook een beetje zo moet zien. Er zijn hele goede redenen om Facebook te gebruiken. En je kan een mooie groep oprichten voor 16.000 mensen en dan met elkaar praten. Dat is geweldig. Maar er zijn een aantal fundamentele problemen met Facebook. Namelijk, het is gewoon eigenlijk een surveillance tool. Hè, wat jij gratis gebruikt. Van de Amerikaanse overheden en hun partners. Dus misschien zijn er wat redenen waarom we een beetje ook voorzichtig moeten zijn in het gebruik ervan. En in mijn optiek zou Facebook eigenlijk alleen gebruikt moeten worden, net als asbest, door getrainde professionals met beschermende kleding aan. Buyer beware, zeg maar. En de hoofdregel bij al dit soort technologie is, als het gratis is, dan ben je niet de klant, dan ben je het product. En een belangrijke stelregel als je wil snappen waar zo'n bedrijf mee bezig is. Als jij niet betaalt aan hun, dan ben je waarschijnlijk het product en niet de klant bij dit soort diensten. Ik heb een vraag. Ik heb wel eens op een forum gelezen dat het echt zo is dat het gebouw, het hoofdkantoor bijvoorbeeld van Facebook, dat die daadwerkelijk ook gewoon een afdeling heeft van de CIA. Dat die daar gewoon dagelijks aanwezig is. Als jij met je muis op een Facebookpagina zit en je hovert over het profiel van die oude vlam van de middelbare school en je twijfelt of je wel of niet een friend request aan zou klikken. En normaal hover je over een profiel 0,6 seconden, in dat geval 2,6 seconden. Het verschil weet de NSC 5 minuten later. Dat is het niveau van monitoring. Maar ook alle berichten die je niet plaatst, maar wel typt? Alles. Iedere toetsaanslag die jij doet op het moment dat je browser openstaat, wordt vastgelegd. Forever. En daarom hebben ze die 1 zettigheid storage facility in Bluffdale, Utah. Om iedere klik die jij doet, niet alleen op Facebook, hè, want het gaat niet alleen op Facebook. Het gaat ook in Google en al die andere spullen voor in LinkedIn en God knows what. Iedere bit die je daar doet, wordt gemonitord, inclusief natuurlijk alle informatie over wie je computer, waar je bent en of het een Windows is of een Mac en wat je schermresolutie is en welke Java plugin je hebt en nou ja, alles. Dat is het niveau van monitoring.
Dus als je daar oké mee bent, dan moet je dat gewoon doen. Weet je, ik bedoel, als je zegt van, hey Obama, de droner-in-chief, I trust that guy. Nee, prima. En by the way, alle mogelijke toekomstige presidenten die toegang hebben tot die informatie. Misschien dat op een gegeven moment de Bank of China Facebook koopt. Dan moet je dus de Chinese overheid gaan vertrouwen. Nou, good luck with that. Dus ik ben er zelf niet zo van. Dat zul je misschien formuleren. De eerste computer die ik al zag, was deze in 1977. Mijn papa die werkte toen voor KPN Research en die had zo'n ding. PDB 11 is ongeveer tussen de 10 en 100.000 keer zo traag als mijn huidige smartphone. En kost toen $250.000. En in 1977 stond het, waren echte dollars in 1977, toen de dollar nog waard was. Dat was serious money. En ja, dan kon je dus de commando's intypen en dan druk je op enter en dan kwam er op zo'n printer een antwoord uit. En op de dag dat alle papa's en mama's hun kids meenamen naar werk, was hij zo ingeprogrammeerd en drukte op een van die toetsen. En dan komt er op een meter breed kettingpapier, 3 meter lang, met 3 keer geprinte X's, een deurposter uit van je favoriete stripheld. Ik kreeg hem zo'n hele bundel papier de deur uit. En, nou, ik was mooi, verkocht en nooit meer. In Arnhem, Hack 42, Hackerspace, daar hebben we er eentje staan in ons eigen gebouwde computermuseum voor jullie zullen zien. En bijna alle Apples die ook gemaakt zijn, minus de allereerste. Die kan je allemaal dus, zeg maar 40 jaar computergeschiedenis, kan je daar naar bekijken. Nou, computers worden al een tijdje elke 18 maanden 2 keer zo snel. En dat heeft niks te maken met meneer Moore van Intel. En zeker niet iets te maken met Apple of Microsoft of dat soort dingen. Dat is al meer dan een eeuw zo. En lang voordat we microprocessoren hadden, transistorcomputers, elektromechanische computers, volledige mechanische computers. Computers in zijn algemeenheid worden ongeveer elke 18 maanden 2 keer zo krachtig voor een vast hoeveelheid geld. En dat is dus onafhankelijk van oorlog, vrede, Berlijnse muren die worden gebouwd en doodgevallen, crisis, whatever. Heeft daar geen statistisch significante invloed op. En nou ja, het lijkt er volgens nog op dat de trend gewoon lekker doorgaat. En dat betekent inderdaad dat wij binnen een generatie computers hebben die even hard kunnen rekenen als een menselijk brein. Wat niet by the way wil zeggen dat ze dan ook intelligent zijn zoals een mens. Dat zijn 2 nogal verschillende vragen. De grootste supercomputers van vandaag zitten qua rekencapaciteit op het niveau van een menselijk brein. En we weten van op basis van neurologie ongeveer wat de capaciteit is van menselijke hersenen. Er zitten er misschien wel een factor 10 of 20 naast, maar goed, factor 10 of 20, dat is van 3 jaar later, dus dat maakt dan niet zoveel uit. Volgens jou, van waar komt de wet? Sorry? Volgens jou, van waar komt dat? Het is een emergence phenomenon van de strategische en economische belang van informatietechnologie. Zeker ook, maar al zelfs in de Tweede Wereldoorlog, ja, het land met de snelste computer won. Want die komt onder zeeboot communicatiecodes van de ander. Maar waarom nooit vroeger dan maal 2 en waarom altijd zo tegen de markt? Kennelijk is er een soort price-performance benefit waar dat doen. Kijk, voor Intel is het wel een probleem. Hè? Want iedere volgende fabriek die ze moeten bouwen, die kost 5 of 6 miljard. Daarom zijn er ook nog maar 3 chipfabrikanten op de wereld voor general CPU's. Want de kosten van dus dat innovatietempo, dat is gigantisch. Dus het kan alleen nog maar, en dat is met verkeersvliegtuigen bouwen, zijn er 2 bedrijven die het doen in de wereld, Boeing en Airbus. Dus in industrieën waar hele hoge entrykosten zijn, zie je automatisch dan concentratie, want alle kleintjes gaan vallen gewoon om, zeg maar. Dus het lijkt er een beetje op dat dat is een beetje wat zelfs de allergrootste bedrijven met miljarden kapitaal om te investeren, voor een return die dan binnen 18 maanden moet plaatsvinden, want daarna is de fabriek verouderd, dan is dat gewoon een beetje maximaal haalbaar. Maar het blijkt dus gewoon dat het steeds die verdubbeling is, want je zou zeggen, als je dat weet, dan kan je toch ook nog meer verdubbelen? Ik bedoel, ja, maar waarom zou je dat doen? Want dan gaat je concurrent dat ook doen. Dus dan ga je allebei misschien op een nog hoger niveau. En dan ga je op een gegeven moment verdienen. Dus er is ergens kennelijk is er een soort sweet spot. Economisch en militair strategisch. In verdubbeling in 14 tot 18 maanden. Ja. Waar het financieel haalbaar is, waarbij je wel snel genoeg gaat om alle kleintjes voor te blijven. Maar ik weet niet zeker, ik denk dat niemand het echt zeker weet waar dat getal vandaan komt. Misschien is het maar staat dit dan niet weer een beetje haaks op die ideeën van Kurzweil, van die exponentiële groei? Nee, want elke verdubbeling elke 14 maanden, dat is exponentiële groei. Ja. Als iets elke maand, elke 14 maanden verdubbelt, dat is per definitie exponentiële groei. Dus in mijn IBM-tijd was ik mee bezig met dit soort computers, de Advanced Strategic Computing Initiative. Dat waren de allergrootste supercomputers in de jaren 90 die werden gemaakt. En de belangrijkste toepassing was het ontwikkelen van betere varianten op deze. Want na de Koude Oorlog zijn we gestopt met kernproeven. Dus hoe doe je dan verder aan kernwapenontwikkeling? Ja, dan simuleer je dus de kernproef in een supercomputer. Tot bijna op het niveau van de individuele atomen in de atoombom die dan met elkaar iets moeten doen. Dus dit is de meest recente die we hebben, die publiek bekend is. Hierna zijn nog veel slimmere manieren gevonden om stenen te verdampen.
Ja, deze, hier kunnen er 18 van in één raket. Dus dit is, ik geloof dat deze 50 keer Hiroshima bom is. Maar het slimme hiervan is dat degene die hem afwerkt kan tot 2 minuten daarvoor nog bepalen of die knalt met een halve Hiroshima of 50 keer Hiroshima. Afhankelijk van of je hem op een kudde tanks gooit of een stad. Dit was een belangrijke driver in de jaren 90 voor supercomputing en voor dus al die ideeën waar ik en Kurzweil en dat soort mensen allemaal heel enthousiast over werden. Maar van oudsher is het altijd militaire technologie geweest die het getreden heeft. Maar het heeft dit soort dingen mogelijk gemaakt. Eind jaren 90 hebben we voor het eerst een Human Genome Project gedraaid. 1 mens hebben we de complete genen van gemapt. En het kostte toen 1 miljard. En inmiddels zijn die apparaten zoveel efficiënter en goedkoper en sneller geworden dat het nu dus kan voor 199 dollar. Was dat voor Greg Venter? Sorry? Heeft Greg Venter dat geleid, dat project? Ja, die heeft aan bijgedragen. Ja. Die heeft geholpen om. Want er was niet 1 plek waar het gedaan werd, er waren verschillende plekken op aarde waar ze stukjes deden. En hij heeft methodes verzonnen om al die stukjes aan elkaar te lijmen, zodat we sneller bij het eindland kwamen. Dat was zijn grote bijdrage. Ja. En er waren 2 grote projecten in feite. Dan kreeg Winter en wel, ik weet niet meer waar, een overheid. En ze zijn min of meer op dezelfde ja. States. Okay. Dus er waren meerdere mensen bezig met hetzelfde interessante idee. Dat was eigenlijk het ding. En hij was gewoon dankzij slimheid gaan naar het eerste en de eindstreep. En daar is hij heel beroemd mee geworden en niet helemaal onterecht. Maar ja, nu is het dus $199, dus over 10 jaar, dan kost het €1. En zoals je vroeger bij de theaterregister, dan kon je met een kwartje op zo'n weegschaal en dan kreeg je gewicht. Ik denk dat je over 10 jaar bij de theaterregister inderdaad je vinger in een apparaat kan steken of ergens in kan spugen. En dan krijg je gewoon een halve dag lang, dat kost dan €1 of zo, of 10. En dan krijg je inderdaad, weet ik veel, en aan het eind van de dag krijg je gewoon een mailtje. Nou, dit is uw DNA analytics. Dit zijn de 50 meest waarschijnlijke aandoeningen die genetisch zijn met een lifestyle component. We adviseren u hier wat dingen doen. En de logische volgende stap is natuurlijk dat we 2 soorten zorgverzekering krijgen in Nederland. Namelijk 1 waarbij je een buisje spuugt, die kost 16 in de maand. En 1 waarbij je dat niet doet, om allerlei redenen, en dat kost €600 in de maand. En nou ja, dat is. En het andere probleem is dan, als we van heel veel mensen genetische informatie kunnen analyseren, en het wordt zo belachelijk goedkoop dat ook iedereen het gaat doen, want ja, korting op je zorgverzekeringspolis. En dan kunnen mensen dus gedetailleerde persoonlijke individuele informatie krijgen over misschien hun medische toekomst, in ieder geval kansen daarop. Dan wordt het hele solidariteitsprincipe wat de basis is voor ons zorgverzekeringsstelsel, dat gaat ter discussie staan. Het is nu al een probleem dat een groepje AIO's in Delft, dat zijn dus over het algemeen blanke hoogopgeleide mannen onder de 40, als die een collectieve zorgverzekering doen, dan betalen ze echt heel erg weinig in vergelijking met een groep mensen die misschien ooit mijnwerker in Limburg is geweest. Dus je ziet nu al dat het een beetje scheurt, maar stel je voor als iedereen individuele gepersonaliseerde DNA-informatie heeft. Ja, sommige mensen hebben de genetische loterij gewonnen, anderen niet. Dan lossen ze dat nu in Nederland op door gewoon al het geld min of meer op één hoop te gooien. En als je wat nodig hebt, dan pak je eruit. Dat is ook niet altijd efficiënt, dat is ook niet allemaal eerlijk, want sommige mensen die leven heel gezond en andere mensen maken er een potje van. Maar ja, het heeft wel voordelen om het allemaal een beetje te delen. Dat wordt zometeen misschien wel heel moeilijk om dat nog, nou ja, op individueel te rechtvaardigen. Zeker omdat onze overheid de laatste 20 jaar zegt, ja, de markt moet het doen en individueel en zo. Hè. Dat is post-Thatcher zijn we allemaal individuele consumenten geworden en niet lange burgers. Want, en ik citeer, society does not exist. Dit wordt echt, denk ik, een heel groot probleem voor het Nederlandse zorgstelsel. Nou, die apparaten worden dus steeds kleiner. Het zijn niet alleen computers, dat zijn al die andere apparaten. Er is een echo-apparaat, dat was vroeger iets, daar reed je de patiënt naartoe. Nu is het iets wat gewoon de verpleegkundige in de zak van de witte jas meeneemt. En dan heb je gewoon zo meteen thuis. En de volgende van General Electric, die heeft niet eens meer dit apparaat. Dan heb je alleen nog maar een sensor en een plug met gewoon de standaard iPhone-stekker. En dan een appje. Dan. Want wat is dit dan een computer? En wat is je iPhone anders dan een computer? Dus je hebt die sensor nodig die de data aanlevert aan de computer. En een appje die dat proces tot het beeld van je baby of je kniebanden of zo. Dan kan je van thuis jezelf een beetje gaan dokteren. Ja, computers die kunnen dus allemaal dingen veel beter als mensen. Als je er helemaal heel veel rekenkracht tegenaan gooit. Dit is een voorbeeld daarvan. Computers die voorspellen de sportuitslagen beter dan de besnorde heren van RTL4. Wat trouwens niet heel moeilijk is, maar er zijn toch stapjes. Hè? Nou, we hebben inmiddels zelfrijdende auto's. Google die heeft die technologie gekocht. Is Stanford University ontwikkeld. Google heeft dat gekocht. En nu krijgen Google zelfrijdende auto's. Het beroep van taxichauffeur heeft denk ik niet meer dan 10 à 15 jaar te gaan. Als we de regulering een beetje regelen, want die auto's zijn inmiddels goed genoeg. Dus taxichauffeurs, vrachtwagenchauffeurs, buschauffeurs, dat gaat allemaal gewoon verdwijnen. Chauffeur is het duurste onderdeel van de taxi. Als je die eruit haalt, dan wordt die taxi per kilometer niet heel veel duurder dan een bus.
En ja, dan gaan we misschien wel heel ander soort openbaar vervoer regelen. En de gemeente Amsterdam die koopt dan gewoon 1 miljard taxikilometers van Google. En die worden van Turkey geleverd binnen een bepaalde range rondom Amsterdam. Het kunnen gewoon maar elektrische autootjes zijn dan. Dat is veel handiger dan buschauffeurs en dieselbussen en dat soort onzin. Dit is een autonome auto die rijdt met 150 km per uur bergweggetjes op. En doet dat zo goed dat de volghelikopter bijna verongelukt. Maar die auto komt krasvrij bovenaan het reddingparcours. Geen menselijke interventie in het zaken. Dus de metro in Kopenhagen die rijdt gewoon 24/7 zonder bestuurders. En zeker voor verdere toepassingen is het natuurlijk handig als er geen menselijk bestuur. Ja, als het 40 minuten duurt om een signaal in en weer te krijgen naar je robot op Mars, dan is het handig als je gewoon zelf een beslissing kan nemen. Mijn collega's, toen ik bij IBM werkte, toen werd daar Deep Blue gebouwd. Dat was 5 koelkasten, supercomputer, mini supercomputer. Die schaakte beter dan de beste menselijke schakel op dat moment, Kasparov. Hij berekende 500.000 schaakzetten per seconde en dat kon hij gewoon 24/7 doen. Had nooit een rothumeur of was nooit afgeleid of hongerig of naar de wc, dat soort dingen. De volgende generatie is Dr. Watson. Dr. Watson leest alle boeken die er ooit zijn uitgebracht die digitaal beschikbaar zijn. Dus alle wetenschappelijke publicaties en verder gewoon alles wat hij kan vinden. Zuigt van het internet leeg. Organiseert al die data in een database en kan daar binnen 17 seconden na een seconde bij. En kan iedere 2 stukjes informatie die hij heeft correleren met elkaar om slimme dingen te doen. Ze hebben hem in Jeopardy, dat is een soort kennisspelshow, laten spelen tegen de beste Amerikaanse menselijke spelers ooit. En hij veegde ze allemaal volledig om de tafel. Dus hij won niet een beetje, maar het was zo embarrassing dat ze zouden 3 dagen lang testen. Van woensdag tot vrijdag. En ze zijn op woensdag met de lunch, donderdag met de lunch zijn ze gestopt. Want het was gewoon niet leuk voor de mensen. Dr. Watson computers worden nu verkocht aan Amerikaanse ziekenhuizen als diagnostische ondersteuningssystemen. Dus die lezen het elektronisch patiëntendossier van de patiënt. De arts praat in zijn telefoon, want Dr. Watson kan gewoon real-time stemherkenning doen. En dan zegt hij, nou patiënt, dit is het dossiernummer, vrouw, leeftijd, symptoom 1, 2, 3. Wat denk je ervan? En Dr. Watson zegt, nou het is waarschijnlijk dit met een kans van 73%. Maar het zou ook dat andere kunnen zijn. Maar er is een klein kansje, gezien de afkomst van deze vrouw, dat ook dat andere zou kunnen zijn. Dus je moet even checken of dat andere symptoom, wat je nog niet had genoemd, er misschien ook is. Nou, en het probleem bij de Dr. Watson's in Amerika dat ze allemaal zijn verkocht aan Amerikaanse zorgverzekeraars en niet aan de ziekenhuizen. Wederom zitten wat interessante ethische vraagstellingen aan. Misschien krijgen ze in Nederland ook wel. In Nederland lopen we wat achter op Japan, hè, op digital technologie. Maar het gaat op een gegeven moment wel gebeuren. Het blijkt dat robots vaak jobs kunnen doen waarvan we misschien dachten dat ze heel moeilijk te automatiseren waren. Maar vaak zijn het juist de hele intelligente banen, zoals de kerstdirigent, die makkelijker te automatiseren zijn dan een stratenmaker of een mbo-verpleegkundige. Ik denk dat die banen veel langer zullen blijven bestaan dan dit soort dingen geven. Dus dat kan heel gek uitpakken. Nou ja, dus dit soort robots hulp je in de huishouding om Japanse ouderen die allemaal inderdaad helemaal aan het vergrijzen zijn, langer zelfstandig te laten wonen. Zodat het hele Japanse zorgsysteem niet kraakt in elkaar dondert. Dus wederom, je kan daar hele academische discussies over hebben. En het is ontzettend leuk bij de borrel, maar ik denk niet dat je echt tot antwoorden gaat komen. Want het is vooral allemaal een definitiekwestie. Kan een computer denken? Ja, kan een onderzeeboot zwemmen? Je kan echt proberen die vraag te beantwoorden. En het is heel gezellig, met voldoende bier erbij, absoluut. Maar het brengt je niet concrete antwoorden op concrete vragen die misschien wel interessanter zijn. Gaan computers allerlei dingen overnemen? Geen twijfel over mogelijk. En dat zou wel eens op hele onverwachte plekken kunnen zijn, inderdaad. Dus misschien wel eerder nog die orkestdirigent dan de taxichauffeur. Maar die taxichauffeur gegarandeerd binnen 15 jaar. Nou, we zitten in een crisis. En Nico heeft ooit over economie geleerd dat het is de wetenschap van keuzeprocessen onder condities van schaarste. Het jeukt mij altijd ontzettend als nerd in de dop. Want het was voor mij heel evident dat die schaarste het echte probleem was. En het enige wat die hele economische wetenschap dus doet, is een soort symptoombeschrijving. Dat is eigenlijk het enige wat ze doen. Het mathematisch in kaart brengen van een symptoom van een probleem. Maar wat je natuurlijk eigenlijk moet doen, is je energie focussen op het oplossen van een probleem. Dat is veel interessanter. Dus ook in de digitale wereld heb je het schaarste probleem onder de knieën. Je hebt een tweedehands laptop, die is €100. En dan heb je meer muziek, boeken, films dan je überhaupt kan bekijken. Dus er is geen schaarste probleem. Een internetverbinding van €6 in de maand of zelfs gratis op alle stations in Nederland. Dus er is geen schaarste probleem. Er is een selectieprobleem, maar daar helpen clubs als Google dan bij. En misschien anderen zo meteen. Het idee van een Startup Replicator is dat je dus, als je maar de informatie hebt, de fysieke objecten in eindeloze hoeveelheden kan maken. En dan krijg je een heel ander soort economie. En als Ferrari's evenveel kost als aardappelen, dan krijg je andere economische keuzeprocessen dan we nu hebben. Of misschien kan je helemaal niet meer spreken over een economie. En dit is een beetje wat het idee begint te willen. Is dat je dus van digitale informatie fysieke drie-dimensionale objecten weer kan maken. Ik heb die eerste gezien in 1998 bij de NASA.
Toen was het idee dat we gaan naar Mars. Dan gaan we niet alle reserveonderdelen meegeven, maar op een gegeven moment het idee begint ermee. En een DVD-ROM, toen het hypermedium, met alle ontwerpen van alle onderdelen. En dan kunnen ze ter plekke gewoon van de lokale ijzererts spullen maken. Dat was NASA-visie van waarom je het 3D-printing wou. Nou, inmiddels kan je gewoon in de huiskamer hebben voor onder de 1000 euro. Dit is de standaard sleutel van de Nederlands politiehandboei. Die is in 2009 gemaakt op een hackerscongres op basis van een aantal hoge resolutiefoto's van de kont van een agent waar die sleutel aan het bungelen was. Vervolgens in een AutoCAD-programma gehezen, 3D-printer, en we hebben hem daarna ook even getest. En wat bleek, hij werkte niet alleen bij de handboeien van die agent, maar hij werkte ook bij de handboeien van de 19 andere agenten die ook daar waren. En bij nader onderzoek bleek dat alle Nederlandse standaard politiehandboeien, behalve die van de Marcus Uzee, hebben allemaal dezelfde sleutel. De STL-file staat gewoon online, dus kan je gewoon downloaden. Nou, we maken ook steeds complexere dingen ermee, onder andere metaal. In Nederland hebben we bijvoorbeeld een onderkaak van een mevrouw geprint in titanium. Die had een ernstig kaaktrauma. En dan kan je dus, dan haal je kapotte kaak eruit, je print een nieuwe, gebaseerd op de scan van haar aangezicht. Dus die is individueel voor haar perfect op maat. En die wordt dan teruggezet. En titanium is heel geschikt als botvervanger, want dat vergroeit goed met biologisch materiaal. Dus je krijgt individueel op maat gemaakte componenten. En dat kan hartstikke handig zijn. Mijn knieën zijn ook redelijk akkoord. Na al dat naar beneden rennen met rugzakken van 40 kilo op en zo, dat is echt heel ongezond. Dus ik heb op een gegeven moment ook denk ik een paar van die dingen nodig. Dit is ook iets wat je kan maken. Wordt in Nederland gelukkig meestal niet herkend. Vind ik altijd heel fijn. Dit is dat onderdeel. In Amerika het enige onderdeel van het wapen wat gereguleerd is. En die kan je dus gewoon thuis maken met een 3D-printer. En ook in ons prestaal. Maar het hoeft niet eens, als je hem in hard nylon print, dan werkt het ook. Alle andere onderdelen kan je gewoon met cash kopen, anoniem bij de Walmart. Letterlijk. En die print je dus gewoon thuis. Wederom, de STL-file staat gewoon online. HR15.stl Google, dan staat die. Die downloaden. En dit betekent dus dat onder Amerikaanse wetgeving, wapenregulering is nu gewoon dood. Het idee dat je dit nog kan reguleren, is gewoon over. Net zoals je MP3'tjes niet kan reguleren. Dan moet je huiszoeking gaan doen bij alle huizen of zo. Je een soort Stalinistische samenleving inrichten. Dus ja, dat is wel een lastig vraagstuk. Ik hoop dat het nog lang duurt voordat dit naar Nederland overmaakt. Want ik denk niet dat dit erg verstandig is. In het land als Nederland, waar de meeste mensen niet goed het gevaarlijke en het niet gevaarlijke eind van zo'n ding naar elkaar kunnen halen. En je kan het printen met levend celmateriaal. En dat is mooi, want dan kan je dus bijvoorbeeld een stukje tonijn maken zonder dat we die laatste bluefin tonijn moeten gaan halen bij. Aan de Somalische kust of zo. Maar je zou natuurlijk ook bijvoorbeeld een stukje hartklep kunnen maken van de cellen van de patiënt die hartklep nodig heeft. Dus ik denk dat dit zal de eerste toepassing zijn van biologische 3D-printing. Maar de langetermijn toepassing is natuurlijk stukjes hartklep, andere onderdelen die we maken van het biologisch materiaal van de patiënt die ze nodig heeft. En dan hebben we dus niet meer van die donorshows nodig in Nederland, omdat hebben we wel allemaal organen, maar 25% van ons heeft codiciel. En dat is een probleem. En nou, deze technologie zou de oplossing kunnen zijn. Nou, dat is allemaal coole technologie, maar een beetje povertjes afsteken bij de natuur. En je kent deze wel, aardappelen, ik koop ze bijna nooit in deze vorm, maar het mooie van deze apparaten is, je stopt je in de grond en dan maakt hij kopieën van zichzelf. Met moleculaire precisie, en hoef je bijna niks aan te doen. Beetje water, beetje zonlicht, mineralen uit de grond, that's it. Nou, vergelijk dat met hoe moeilijk het is om, als je eenmaal één prototype een nieuwe telefoon hebt gemaakt, als Apple of Samsung of wie ook bent. En je wilt het dan volgens een miljoen maken, dan heb je een enorme fabriek nodig waar 15.000 mensen werken. Supply lines vanuit 20 landen. En als er in één van die 20 landen een aardbeving is of een burgeroorlog, dan is je supply line, dan ligt je fabriek stil. Heel vervelend. Hoe kan de natuur nou gewoon zelf aardappelen en kastanjes en olifanten maken zonder fabrieken? Die veel complexer zijn dan welke telefoon dan ook. Ik pak maar een aardappel en leg hem onder een microscoop, je ziet het. En de natuur die bouwt alles om. Dat noemen we nanotechnologie. En nanotechnologie is bouwen bottom-up. Je pakt individuele atomen en moleculen uit het natuurlijk milieu. Die gaan bestaan. Koolstof is favoriet. Dat stapelt heel mooi in drie dimensies. En is vrij algemeen beschikbaar. En daarmee bouw je dan de structuren die je hebt wil. Dit is hoe de natuur alles maakt wat je om je heen ziet. Dus hoe komt de kastanjeboom naar de kastanje? Er komt niet op een gegeven moment een vrachtwagen met een lader langs, zeg maar op woensdagmiddag om aan die. Weet je, dat groeit molecuul voor molecuul. En je kan dus enorm complexe structuren maken, die ook nog grotendeels zelfreparerend zijn. En dus het mooie van een paard is, kras je in je paard, we gaan liefst aan voor het paard, gaat het kras weer weg. Bij auto's, helaas, werkt niet. Hoewel deze nu dus met verf bezig is, met nanotech verf die dat hopelijk mogelijk moet maken. Dat dus je zelf reparerende verf hebt, omdat er dus de reparatiemechanisme zit op moleculair niveau in de verf ingebouwd. In plaats van dat je dus met je auto naar een garage moet om te laten overspuiten. Dus als
uit een kastanjebos kan groeien, waarom kan uit een baksteen dan niet een Phoenix-locatie groeien? En het klinkt heel gek, maar de natuur doet het al een miljard jaar, dus ja, how hard can it be? Dus ja, je doet de DNA, in DNA alle informatie voor die Phoenix-locatie in een baksteen. Kan makkelijk, hè? DNA is vrij compact datastorage mechanisme. Je doet de baksteen in de grond, ga je dan naar de gemeente voor die bouwvergunningsaanvraag, ben je 5-6 jaar mee bezig. En tegen de tijd dat het klaar is, dan boem, Phoenix-wijk. De natuur doet dit al, dus we weten dat het kan. En we technisch weten dat het kan. Net zoals de gebroeders Wright wisten dat vliegen mogelijk was voor objecten zwaarder dan lucht. Want vogels zijn zwaarder dan lucht en die kunnen vliegen. Dus fysisch is dit mogelijk. En de rest is engineering. Dus daar gaat de technologie weer over, van kunnen we dit engineeren? Nou, we kunnen dit soort synthetische moleculen maken van koolstof. En als je dan van die dingetjes aanmaakt, dan heb je dus twee tandwielen met een gat in het midden voor de as. Dit is even sterk als diamant. 5000 graden temperatuur stabiel. En nu kun je dus mechanische apparaten maken die een miljoen keer kleiner zijn dan onze kleinste huidige mechanische apparaten. En mechanische apparaten, dat snappen we heel goed, want dat doen we al een paar honderd jaar. Dus dan zou je dus bijvoorbeeld, nou, dit is een bekend transhumanistisch voorbeeld, een robotje kunnen maken die zuurstof vervoert in je bloedbaan. Gemaakt met een diamanten buitenkant, dus er kan heel veel druk in. Dus er kan heel veel zuurstof per, zeg maar, kubieke micrometer in zo'n bolletje in vergelijking met je eigen rode lichaampjes. En dat betekent dat de zuurstofcapaciteit van je bloed gewoon met een factor 10 omhoog gaat. Dat betekent dat als jij even een sprintje moet doen om die trein te halen, dan kan je echt gewoon 10 minuten lang flat-out rennen, wat normaal helemaal niet mogelijk is. Of voor mij als bergbeklimmer, gaan gewoon inderdaad doorwandelen naar de top van Mount Everest van de ooit die zuurstofcapaciteit. Het lijkt me hartstikke cool. Dit is nog hartstikke theoretisch. Dit bestaat nog niet. Ik denk ook niet dat het de komende 10 jaar komen, maar wie weet. En ja, wat we echt willen natuurlijk om inderdaad eeuwig, of in ieder geval heel lang te kunnen leven, is een nanorobot die klein genoeg is om in je haarvat te passen, zodat die overal in je lichaam kan komen. En waar die dan allerlei medische interventies kan doen. Met bacteriën doodmaken, virussen lekprikken, genetische schade repareren die misschien ontstaan is op celniveau, voordat het een tumor wordt die je doodmaakt. Veel van de dingen die zo'n robot moet doen, die doet de natuur al. Hè? Dus bijvoorbeeld genetische interventies op cellen. Dat is niet wat we willen. Virussen doen dat. Een virus injecteert DNA in een cel en dan komt. Vervolgens gaat die cel andere dingen doen. Dus nou, meestal is dat andere dingen, is het maken van nieuwe virussen, dat is dan weer minder. Maar in principe, daar, nou ja, daar zitten dus wel in. Dus ja, nanotechnologie is een beetje waar ruimtevaart was in mijn view, zeg maar eind jaren 40. Dus we hebben een aantal hele mooie demo's en we snappen de theorie. Maar er moet nog wel even wat gedoe worden voordat we een mens daarin durven te stoppen, zeg maar. Want de meeste van die raketten die gaan een meter omhoog en ploffen dan, zeg maar. Dus ja, theory is solid. In de praktijk nog een heleboel engineering aan zaken. Dus als je een 3D-printer kan maken die met nanotechnologie werkt, dan heb je dus een apparaat wat van alles kan maken op molecuulniveau. Dus dan stop je gewoon scheptuinaarden in en je downloadt de file voor een nieuwe telefoon. En dan, ja, een paar uur later komt gewoon een nieuwe telefoon eruit. Klaar. Want het verschil tussen tuinaarden, een telefoon of een biefstuk is alleen maar hoe de atomen zijn georganiseerd, niet welke atomen. En stel, ze zijn allemaal van hetzelfde. Ja, je moet er eentje maken, dat is veel werk, daarna ben je klaar. Want als je er één hebt, want het, is het eerste wat je dat ding laat maken is natuurlijk een tweede. Duh. En dan heb je twee en dan zet je ook allebei aan het werk en dan heb je vier en dan zijn we dus op het schaakbord. Dus zeg dat het zo'n apparaat 24 uur kost om zichzelf te klonen. Ik weet niet of dat optimistisch of pessimistisch is, moeten we zien. Maar als je dat 30 keer doet, 30 verdubbelingen, dan heb je er 500 miljoen. Maar stel dat het al een keer fout gaat, dat er niet een stopknop in is gebouwd. Ja, er zit vast wel wat noodmaatregelen. En, kijk, maar op basis van IT hebben we al heel veel geleerd over errorcorrectie. Ik heb begrepen dat het grey goo scenario heet. Ja. En dat het in existential risk... Als jij een nanorobot maakt en die geeft je de opdracht, maak een kopie van jezelf. En gebruik daarvoor koolstof uit het natuurlijke milieu. En je specificeert niet dat hij daarvoor niet koolstof mag gebruiken waar mensen uit bestaan zijn. Ja, dan heb je een probleem. Ja. Dus als je een runaway ding genereert, dan ja, dat zou vervelend kunnen zijn. Dus ja, feest voor mad scientists, zou ik zeggen. Ja. Maar dat is, alle andere technologie maar is maar altijd ook gevaarlijk. Dit roept een hele hoop andere vragen op, want dit soort technologie gaat dus langzamerhand ook dichtbij komen. Ja. Dus dat ook... Het komt ook dichtbij gewoon voor mensen die dan zelf in elkaar kunnen gaan futselen uiteindelijk. Ja, maar dat betekent dus dat er straks al maar één iemand hoeft te zijn die zegt van, nou, ik wil de wereld vernietigen. Ik doe dit nu. Ja, maar je hebt vandaag ook nog twee slimme IT'ers nodig die het in de kop halen om half Nederland plat te leggen. En ik kan u verzekeren, dat is kinderlijk eenvoudig. Ja, alleen dat weten toch nog te
relatief weinig mensen bij vergeleken bij wat er nu gaat komen, toch? Dat is mogelijk, dat is waar. Ik heb wel eens dat heet geloof ik knowledge-based terrorism. Ja. Dus vroeger moest je als terrorist, kon je gewoon niet aan de middelen komen om een atoombom te bouwen. Ja, en daarom gebeurde het niet, maar nu of misschien nu al, zeker in de toekomst, moet je dus over kennis beschikken die algemeen... Nee, maar kernwapens en jaren 40 technologie. Waarom hou hard van die? Ja, nu kun je dus al best wel gevaarlijk zijn voor een heel land met je laptop en een internetverbinding, kan je het zeggen. En straks dus nog... Twee slimme mensen met een laptop in een internetcafé in Buenos Aires kunnen echt half Nederland uit. Maar hoe groot is dan de kans dat we zijn hier allemaal heel optimistisch, we willen allemaal heel lang leven en zo. Wat is straks gewoon over een 20 jaar gewoon iemand te aflopen? We gaan natuurlijk ook tegen maatregelen ontwikkelen. Dus eerst komen de computervirussen en dan komt er countervirustechnologie. Ja, er zijn wel 20 landen met de mogelijkheid om kernwapens te maken, misschien wel 50 inmiddels. Er zijn veel meer mensen gered door nucleaire technologie met medische toepassingen dan er dood zijn gedaan door atoombommen, tot nu toe. Nee, okay, dus tot nu toe, zo far zo goed. Maar je hebt bijvoorbeeld denkers als John Gray in Engeland, die zitten dus helemaal op dit denkspoor van, ja, dit gaat, jongens, we zijn wel allemaal leuk bezig, maar maak je geen illusies. Dat is een absoluut risico. We stevenen op het einde af. Ik denk, wij hebben echt geen idee. En niemand maakt zich dat druk over bij een of waterstaat, kan ik u zeggen. Dus nanotechnologie, dat is echt not on the radar. Dan mag de raad er nou af en toe in zin deze term iets over zeggen en dan drinken we een kopje koffie en dan hebben we een leuke middag met z'n allen en een lekkere lunch en dan gaat iedereen naar huis. Maar dat suggereert toch dat dit totaal uit de klauw kan gaan lopen. Dit is een hele snel zich ontwikkelende technologie. Terwijl de overheden totaal nog niet mee bezig zijn, terwijl ze dat wel zouden moeten zijn. Maar heb jij echt de illusie op basis van de afgelopen 10 jaar dat jouw overheid de basis is over dingen? Nee, maar dat versterkt toch alleen maar... Nobody is in control. Sorry, moet ik echt? Nobody is in control. Nee, precies. En tot nu toe gaat het goed. Dat zijn de twee dingen die ik ga zeggen. Is dat een grootste uitdaging of verbreding van al deze technieken van de mensen? Ja. Maar we kunnen ook niet zonder, hè? Er is ook geen weg terug. Als je voor 7 miljard mensen eten wil maken en een redelijke standard of living op deze planeet, zonder het ecosysteem te crashen, dan is er alleen maar fast forward. Er is geen weg terug. We kunnen niet terug naar een 17e eeuwse lifestyle met 7 miljard mensen. Dat is gewoon fysisch onmogelijk. Dus er is ook geen keuze. Die hebben we al lang opgegeven, toen we helemaal wat slimmere technologie bouwden. Dus de toekomst wordt zeker een science fiction film, maar de spannende vraag is een beetje welke. En dat is dus inderdaad waar ik wel eens van wakker leg. Want we willen natuurlijk allemaal die Star Trek toekomst met een post-economische samenleving die zo high-tech is dat armoede bestaat niet meer, mensen gaan niet meer dood aan en ebola of hartfalen of dat soort banale zaken. Maar ik moet zeggen dat op dit moment de westerse wereld meer lijkt op zeg maar de cyberpunk nachtmerrie van Blade Runner. En waar een aantal grote bedrijven gewoon over de wereld stapt en de tent tot op de grond afvikt en ondertussen dan nog een beetje geld uit probeert te halen. Wat uiteindelijk volstrekt waardevol is, want ik snap niet waarom mensen denken dat ze rijk kunnen worden en dat zij dan geïsoleerd blijven van een ecologische ramp die op een gegeven moment de wereld bij de omvang heeft. Ik snap dat dus niet. Ja, dus wat heb je eraan als miljardair als de hele planeet afvikt, zeg maar? Dan ben je wel miljardair, maar dat betekent niet zoveel. By the way, lang voordat dat gebeurt staan er wat boze hordes aan je voordeur met hooivork en torsen en dan kun je rent en kopje ook niet meer beschermen. Ja, als we echt klimaatverandering niet onder controle krijgen, dan ziet het er denk ik meer uit als Mad Max over 30 of 40 jaar. En dan wordt het de belangrijkste doodsoorzaak voor het overgrote deel van de mensen op deze planeet gewoon honger. En misschien secundair een beetje geweld en infectieziektes. Maar honger wordt dan de belangrijkste doodsoorzaak. Dus dat is ook een beetje het slechte nieuws, zeg maar, van vandaag. You're all gonna die, maar dat is hopelijk geen nieuws. De meeste van ons weten dat al sinds ons 10 of 11 levensjaar. Dus we proberen er wat aan te doen, maar tot nu toe, verlengen we het vooral een beetje. Misschien krijgen we een doorbraak, misschien niet. We don't know. Er wordt heel veel geld in gestopt. Nou, ik kan nu een ander onderzoeksproject noemen waar al heel veel jaren heel veel geld in wordt gestopt. Dat is kernfusie. Toevallig enigszins mee bekend. En daar hebben we echt nu al wel zo'n 100 miljard in gepompt in de afgelopen decennia. En ieder jaar dat je het vraagt aan de onderzoekers, met name als de herfinancieringsronde natuurlijk nabij komt. Ja, maar wanneer krijgen we het nou? 30 tot 50 jaar. En 50 jaar geleden zijn ze dus ook 30 tot 50 jaar. En we zijn nu dus 100 of 200 miljard euro verder. En het is nog steeds 30 tot 50 jaar. Dus veel geld pompen in research is absoluut geen garantie voor resultaat. Want soms blijkt het probleem zo ongelooflijk veel ingewikkelder te zijn dan je oorspronkelijk dacht.
omdat je gaandeweg steeds meer leert, dat het gewoon heel moeilijk blijft te zijn. Wat niet wil zeggen dat het niet nooit kan gaan werken, maar zeg maar, als je denkt van, oh, maar zometeen hebben we nanotechnologie en dan gaan we de ecologie fixen, dan zeg je dus oké, we gaan wedden met de hele planeet en alle levens van iedereen die erop zit, met technologie die nog niet bestaat en waarvan we niet zeker weten wanneer het er is. Dat is best wel een risicovolle propositie. Dus het grote probleem met al die exponentiële veranderingen, en ik heb Kontje wel een aantal keren al ontmoet in de late 90s en de early 90s, en is allemaal wel ongeveer waar wat hij zegt, maar hij vergeet een beetje dat dit kan alleen maar waar zijn in een hele hoge high-tech industriële samenleving. Dus al dat onderzoek wat gebeurt, daar hebben we allemaal als mensen voor nodig die comfortabele levens kunnen leiden in een moderne samenleving die op dit moment dus de ecologie van deze planeet aan het afvakkelen is. En als we kijken naar eerdere samenlevingen die dachten dat ze eeuwig zouden blijven bestaan en die op een gegeven moment in elkaar flikkerden, en er is een rijk historisch kerkhof voor gelukkig van, dan begint ook die aftakeling, hè, begint langzaam en op een gegeven moment is er een soort point of no return en dan gaat het fout. En als het met de klimaatfysici praten, die zijn allemaal aan de pillen en aan de pillen maken. En dat is geen grap. Want die zitten echt wel een beetje met de handen in het haar. Dat er gewoon nu al 20 jaar lang alarm aan het slaan zijn. En hoe hard we roepen, het is kennelijk niet hard genoeg, want we doen dus niks. En net al doen we niks. Elk jaar, zelfs in 2008 en 2009, grootste economische crisis in 80 jaar, nam de netto CO2-uitstoot door energiegebruik op deze planeet net al. Ja, dan ga je voor het gemak vanuit dat ook de oorzaak is van de hele verandering. Okay. En was de Groene Rekenkamer gezien? GroeneRekenkamer.nl iemand? Nee, ik ken het niet. Ik ben het hele fatalistische dat de mens alles doet. Daar ben ik het helemaal niet mee. Okay. Ik snap het, maar Als ik denk dat ik een probleem heb en ik vraag het aan 100 oncologen, denk je dat ik kanker heb? En 99... Ja, maar dat is niet zo. Dat is de algemene tendens, maar dat is helemaal niet zo. Nou, daar hebben we dan een fundamenteel mensen snel over. Mijn idee is, ik ben al 20 jaar bezig met klimaatfysica. En ik ben veel in het Poolgebied geweest. Maar dat weet ik ook, de Zuidpool? Hoe zit het met IJs de Zuidpool? Dat is nog sneller dan op de Noordpool. Nee, is het waar. Oké, nou, daar hebben wij een verschil van mening. Maar dat kan. Boris, ben je van mening dat bijvoorbeeld zonnevlekken het beïnvloeden? Ik zou niet durven te zeggen hoe het is, maar wat ik wel weet is dat het hetzelfde is als iemand in de Tweede Wereldoorlog zegt, ik moet het millenniumprobleem oplossen. Dus er zit een stuk arrogantie in, van mensen algemeen, dat we alles kunnen sturen. Of dat we overal schuldig gaan zijn, dus religieus. Maar ook dat we overal dat we alles kunnen sturen. En dat geloof ik niet. Bij klimaat ook niet. Wat niet wil zeggen dat je zeeën leeg moet vissen, of bossen plat moet branden, of daar geloof ik niet in. Maar ik geloof er ook niet in dat we hier bezig zijn met een soort neerwaartse spiraal richting het einde. Echt niet. Nee, dat heeft ook elke samenleving volgens mij echt wel eens iemand gehad die doem voorspelde. Ja. En historisch gezien, bij de meeste samenlevingen werd het op een gegeven moment ook waar. Ook dat klopt. En overstretch is toch ook, zoals het Romeinse klassieke overstretch. Ja. Dus ja, dit is een beetje een probleem. De olieprijs gaat waarschijnlijk nooit meer onder het soort niveau dat het nu is. 15 jaar geleden was het $20 per vat. Die tijd gaan we waarschijnlijk niet meer meemaken, want alle olie die je kan oppompen voor $20 per vat, die hebben we inmiddels opgepompt en in onze auto's gegoten. De olie die er nog over is, en dat is by the way meer dan genoeg om ernstige schade te veroorzaken, die is veel duurder. En daarom zijn we nu ook de laatste 15 jaar heel druk bezig om democratie te brengen in allerlei landen waar we daarvoor die dictator in de zaal roepen. Nou, dit was al voorspeld in de jaren 50, lang genegeerd. Nu zijn we dus over de heel. Waarschijnlijk hebben we al meer dan de helft opgemaakt. Dat is lastig, want onze samenleving draait hier gewoon nog steeds wel op. Ja, elektrische auto's, maar die zijn voor grote plastic en waar wordt plastic van gemaakt, inderdaad. Het is lastig bovendien, de truck die het ijzer mijnt voor die auto, want er zit ook ijzer in, die draait gewoon op diesel en die kan je nog voorlopig niet van elektrisch maken. Dus dit is een beetje een probleem. En dit is misschien wel het grootste probleem, dat het verschil tussen hoeveel mensen we in 1900 hadden en nu, dat is zo'n 6 miljard. En het verschil is gemechaniseerde landbouw en kunstmest, allemaal gebaseerd op grote hoeveelheden fossiele brandstof. Dus de energie in jouw boterham, als je al brood eet, wat ik ook probeer niet te veel te doen, al die carbs en zo, maar je energie in je boterham bestaat voor 90% uit fossiele brandstoffen en voor 10% uit zonne. En als er dus die fossiele brandstoffen er niet meer zijn, of er minder zijn, dan hebben we dus een probleem. Arjen, kan het kloppen dat de consultant van Shell, die heeft geschreven over het fenomeen van peak oil, die dat geïntroduceerd heeft, dat klopt dat die bij Shell onder payroll heeft gestaan?
Ik kan me ook voorstellen. Ja, maar je hoeft hem niet te geloven. Je kan gewoon. Moet je even vertellen wat de twaalf is? Wat hij dus zegt, is een oliebron, en daar begin je te pompen. En dan versnel je productie. En op een gegeven moment dan is je meer dan de helft leeg. En dan wordt de extra energie die je nodig hebt voor ieder volgend olievat, die neemt heel snel toe. En op een gegeven moment kost het nog een vat olie uit die bron halen meer energie dan een vat olie. En dan stop je dus. Dat ik zelf zou zijn, dan zou ik ook wel graag willen dat mensen denken dat olie meer waard wordt of duurder is in de toekomst. Ja, maar Shell doet 2% van de olie in de wereld. Dus Shell bepaalt helemaal niet de olieprijs. Oh, ik had meer vanuit de Nederlandse bril dat ze zo'n gigantisch bedrijf zijn. Maar je kan niet de olieprijs verstoppen. Dus de meeste olie in de wereld wordt gemaakt door grote staatsbedrijven uit allerlei grote landen ver buiten ons. En daar heeft Shell helemaal niks over te zeggen. En globally speaking, Shell is een van de grootste bedrijven in de wereld. Ja. Maar vergeleken met de grootste staatsbedrijven zijn zij een kleintje. Ja. Ondanks het feit dat ze als bedrijf groter zijn dan Denemarken als land. Maar globally speaking is het small parts. Dus dit is een beetje een ding. Hè. We hadden in zeg maar de jaren 50 en 60 hebben we de zogenaamde groene revolutie, noemden we dat. Daarom ging in India ook niet iedereen dood van de honger, maar hebben we daar nu ook meer dan 1 miljard mensen. En de groene revolutie was eigenlijk gewoon een zwarte revolutie. Want het was gewoon, we nemen fossiele brandstof in allerlei vormen. Daar maken we kunstmest van. Die kunstmest gooien we op het land. Hebben we meer productie, kunnen we meer mensen te eten geven. Hartstikke mooi. Miljarden mensen gered van de hongerdood. Dat is geweldig. Alleen het probleem, miljarden mensen gered van de hongerdood. Dus die zijn allemaal kinderen gaan krijgen en die zijn dus met 7 miljard. Ik hoop echt dat we snel nanotechnologie krijgen. Want vroeger of later is die olie op en je kan heel lang discussiëren over wanneer. En bovendien het verbranden van al die olie heeft allemaal vervelende secundaire effecten. Dus op een gegeven moment gaat het fout als we daar niet een soort gentle ding doen. In het jaar dat ik geboren werd, is er een slimme groep mensen in Rome bij elkaar gekomen. En die hebben wat computermodellen gedaan. Over hoe het verder zou gaan met de wereld als we maar eeuwig spullen bleven opgebruiken. En zonder iets om te zien naar de ecologie waar we dat aan dumpen. Zij voorspelden dus 40 jaar geleden al. Nu blijkt, extreem accuraat, hun projecties en de afgelopen 40 jaar geobserveerde data, die wijken maar 3-5% van elkaar af. Als je dat vergelijkt met het Centraal Planbureau, wat economische projecties doet voor de Nederlandse overheid, die meestal al 100% foutenmarges hebben binnen 14 maanden, dan ben ik geneigd deze club te geloven. Maar het is het CPB waar in Nederland het beleid op afgeeft. Ja, we zijn nu hier, hè? Ja, dus zij zeggen van ergens in de komende 15-20 jaar, dan crashen er een aantal dingen. En dan wordt het dus inderdaad heel nasty. En dan zie je dus op een gegeven moment ook dat het aantal doden gaat dan extreem snel omhoog. Het aantal geboorten gaat dan dus ook weer omhoog. En zij zeggen, ja, want wat gebeurt er in de samenleving die in elkaar flikkert? Dan heb je dus geen medische zorg meer. Ik heb één precieze technische vraag. Deze grafiek komt van waar? Club van Rome, computermodel 1972. Dat is in de grafiek, zo, deze grafiek, precies deze grafiek. Zo, ja. Okay. Dus het is best een goede voorspelling als je... Nee, maar ik wil zeggen, dat beeld is in het rapport van... Ja, okay. Ja. Dit exacte plaatje staat daar zo. Okay. Ja. Dus, bekende milieuorganisatie British Petroleum zegt nu in haar jaarlijkse rapport dat het waarschijnlijke scenario is voor klimaatverandering is 4 graden warmer. Bijna alle ecologen die ik ken, die zeggen dat is de grootste ramp die de planeet is overkomen lang voor sinds er mensen kwamen. Er is nooit een combinatie geweest van mensen op aarde en 4 graden warmer dan nu. Dus we weten niet wat er dan gaat gebeuren, omdat het nog nooit is voorgekomen in het verleden. Dus dat is vrij spannend. Hebben we het alleen kouder gehad met ijstijden? Ja, maar er is geen enkele indicatie dat aan het gebeuren is. En er is alle indicatie dat dit aan het gebeuren is op een schaal die veel relevanter is voor jou en mij. Dan ijstijden die misschien over 10.000 jaar... Kijk, misschien komt er over 10.000 jaar weer een ijstijd. Maar, sorry, weet je... Wie dan leeft in handen? Dus als ik over 10.000 jaar nog ben... Dat betekent dat per definitie dat we een heleboel van deze problemen hebben opgelost. En een heleboel andere ook nog. Dus dan fixen we daar ook wel iets voor. Maar ik ben meer bezorgd over zeg maar, de komende 20 jaar. Ja. En daarna is het echt wel redelijk voorbij mijn persoonlijke plan voor zo. Dus we weten natuurlijk al heel lang, en dit is het belangrijke ding, want ik... Ik ben ook zeker van de klassiek van de gelovers in technologische oplossingen. En als ik dus dit soort discussies heb met mensen die zeggen van ja, maar we kunnen toch met dit of met dat of met dat. En dan zeg ik, ja, nee, tuurlijk, dat kan. Dat kan ook. Want we weten dus al 40 jaar wat we moeten doen. Alleen, we doen het niet. En dus toen de olieprijs zo vervelend omhoog ging en het allemaal heel vervelend om geworden, toen hebben we niet gezegd, hé, als we nou eens gewoon
5000 miljard dollar als Wester, we zijn heel rijk, uitgeven aan nieuwe energietechnologie. Dat kunnen we doen. Nou, hebben we niet gedaan, in plaats daarvan zijn we naar Irak. We hebben 5000 miljard dollar uitgegeven aan het veroveren en bezetten van Irak. Met drie belangrijke consequenties. Het lijkt nu A, 2 miljoen Irakisch dood. 2, Irakse olieproductie lager dan voor de invasie, want alle infrastructuur kapot geschoten. En nu blijkt dat het een broeinest is van allerlei vervolgen en letters. Ja, dat wisten ze van tevoren niet. Sorry? Dat wisten ze van tevoren niet. We hebben dit feestje in Afghanistan al een keer gedaan in de jaren 80, dus het is niet zo dat we het niet hadden kunnen zien aankomen. En we hebben het in Iran een keer gedaan in 1953 en dat is ook niet helemaal goed, weet je. Dus het is niet een unieke nieuwe situatie of zo. Het is meer een herhalingspatroon. En nu gaan we dus in Syrië en Libië zijn het ook aan het doen. En die landen die lijken nu ook politiek gezien meer op het binnenland van Afghanistan dan van een land waar je misschien niet politiek eens bent met degene die de baas is. Maar in Libië, gratis medische zorg voor iedereen, hè. Iedereen had een huis. Hoogste levensstandaard behalve Zuid-Afrika in Afrika. Nu is het Afghanistan geworden. Met dank aan NAVO-interventie. Niet zo handig dus. Dus ja, het is een beetje. Dus ik ben het eens met de techno-optimisten als ze zeggen we kunnen het. Dan zeg ik ja, het is technisch mogelijk. Maar ik ben het eens met de pessimisten als ze zeggen ja, maar we doen het dus gewoon niet. Want ja, ik heb echt zoiets van hoeveel erger moet er nu nog worden in het Midden-Oosten voordat het normaal is om te zeggen: weet je, misschien moeten we gewoon geen nieuwe wapens naar het Midden-Oosten sturen. Suggestie. En de afgelopen 50 jaar hebben we daar aan iedereen die het maar wilde wapens gegeven. Nou, alleen maar erger geworden gedurende diezelfde periode, alleen maar meer chaos. Maar op een of andere manier schijnt nu weer het bombarderen van mensen daar schijnt iets op te lossen. Het is mij volkomen onduidelijk wat we hier mee proberen. En nou ja, goed, in het Westen worden we dus redelijk worden we lekker kort gehouden. Ik heb genoeg mensen als ik dingen uitleg over digitale privacy, die zeggen ze ja, weet je, ik wil dat liever niet doen, want. Ja, want ik ben bang dat als ik dat ga gebruiken, in mijn encryptie, dat mijn overheid me dan in de gaten gaat houden. Ik zeg dus ja, daarom moet je het dus gebruiken. Maar eigenlijk geef je dus al toe dat je in een politiestaat leeft, want het gebruik van privacy enhancing technologies, wat gewoon een mensenrecht is, daar geloof je zelf van dat het je op de radar brengt van een overheid die dan misschien wel eens verwende dingen zouden kunnen doen. Dus ja, dit is lastig. Dus nou, ik zie mensen al een beetje ongemakkelijk schuiven. Dat was ook precies mijn bedoeling. Dit zijn zo wat probleempjes die we hebben. Dit is mijn ene laatste slide. Dit zijn zo wat probleempjes die we hebben. En als je een beetje de afgelopen 15 jaar de krant hebt gelezen, dan kan je deze wel een beetje herkennen. Dit gaat echter helemaal niet over ons, deze problemen. Hoewel ze misschien wel pijnlijk herkenbaar zijn. Dit zijn de 12 dominante theorieën onder historici waarom dit zo slecht afgelopen is. Dat is een andere samenleving die heeft zo'n 800 jaar succesvol bestaan en is toen spectaculair elkaar geflikkerd binnen de ongeveer 2 generaties. De stad Rome, de grootste stad op de planeet, gebruikte ongeveer 30% van de planetaire landbouwcapaciteit qua hoogtepunt. En die ging van meer dan 1 miljoen inwoners terug naar 10.000 in 2 generaties. Vooral door honger. Omdat de kolonie in Noord-Afrika, die stortte in, geen graan meer, geen oefening. Dus ja, als je dit herkent, it's happening before. Dus we hebben wel wat problemen, dus dit is misschien het schip onder de toekomst. En je ziet ook dat de zee dan steeds dichterbij komt, hè? Want ja, als je die dijk niet eronder houdt, dan loopt het vol. Dus heel veel van het advieswerk wat ik doe, en dat zeg ik dan ook wel eens tegen de directeuren, als ik één op één met hun een wandelingetje maak in de bedrijfstuin, die zeg ik van, joh, weet je, het probleem met al deze dingen is dat ik wil best wel met jullie meedenken over business models en over hoe we dingen 3% efficiënter maken, en daar mag je me ook voor betalen, is helemaal goed, hè. Maar mijn fundamentele probleem is dat ik het idee heb dat ik een horeca-consultant ben in een kroeg. En de kroeg is op de Titanic. En ik kan jou heel goed advies doen hoe je slimmer moet afwassen. En hoe je met slimmere pricing en happy hour meer op drank kan verkopen. Maar misschien is dit allemaal wel helemaal niet je probleem. Misschien wat je eigenlijk moet doen is nu die bar loszagen. Overboord gooien, want het is een 8 meter lang stuk mahoniehout. Waar het op drijft. En als je dat doet, dan heb je zo meteen een veel betere kans als echte problemen ontstaan. Want jouw probleem is namelijk helemaal niet je huidige business. Nou, dat zeg ik dus alleen maar tegen die directeur in one-on-one gesprekken, niet in de plenaire sessie met iemand van zijn medewerkers, want dan word je gegarandeerd nooit meer teruggevraagd. Doe je ook prepping of nog niet zo serieus zelfvoorzienend? Nou, aan de beide kanten. Ikzelf. Nee, wanneer je het hebt over een soort van overlevingsstrategie, meer business. Oh ja, maar ik ben nooit zo, want daarom was ik altijd zo. Of bedoel je ik ben nooit bijzonder geïnteresseerd in persoonlijke overleving.
Dat vind ik een zoveel minder interessante vraag dan al die andere problemen waar ik hoop een kleine bijdrage aan te leveren. Dat is niet mijn focus. Ja. Maar ik ken wel een aantal goede vrienden, die hebben allemaal inderdaad boerderijen 100 kilometer ten noorden van Berlijn. Waar we bezig zijn met inderdaad hydroponics en dat soort dingen. Ja. Maar ik heb niet de illusie dat dat mij persoonlijk in leven gaat houden als de zaak helemaal afbrandt. Nee. Ik heb ook geen goede vingers en zo. Dus als de technologie er komt om ons langer gezond te laten leven, dan zal ik daar ook zeker met plezier gebruik van maken. Aan de andere kant, ik heb me nooit daardoor laten tegenhouden door nu de dingen te doen die ik belangrijk vind. Inclusief bergbeklimmen boven 6000 meter, wat echt extreem ongezond is. De kans dat ik ooit kanker krijg door de hoeveelheid straling die ik daar heb gekregen, zeker in het zuidelijke halfrond in de jaren 90, had dat een gat in de oven laten in Tokio. En wij hadden factor 100 zonnebrand op. Op 6000 meter hoogte, in een dubbellaag stand, en je kon in de tent verbranden. Sure. I'm not kidding. Dus, sure. Ja, dat was zeg maar eind jaren 90 in de zuidelijke Andes. Ja, ik denk dat ik de kans dat ik daar iets van krijg, die is redelijk groot. En nou ja, no way, kans is kans. Een andere manier om heel goed te de-stressen, dat is gewoon dit. Gewoon persoonlijke overleving. Het heeft mij altijd een beetje afgestoten aan veel van de transhumanistische dingen. Die mensen zijn altijd heel erg met hun individuutje bezig. En heel weinig met de samenleving waarin ze zitten. Waardoor ze voor mij uiteindelijk hun overlevingskans verlagen. En want je kan wel zeggen, oh ja, maar ik heb alle pillen geslikt. Ray Kurzweil, die slikt dus 150 pillen. Maar hij woont in een land waar politiek on the edge is. He? Waar de politie koopt nu Apache gunship helikopters. En de Tampa, Florida, de politie heeft panzerwagens. Die worden gesponsord door de lokale McDonald's. Dus ik denk dat niet Ray Kurzweil het grootste probleem voor overleving is niet de pillen die hij slikt. Maar is andere problemen. Als het lukt, dan wil ik hier naartoe. Olympus Mons op Mars, hoogste berg in het zonnestelsel. Die hoop ik ooit nog eens te doen, als het allemaal lukt. Yeah. Extra dubbel plus uitdagend. Everest, ietsje harder. Oké, hier staan al mijn coördinaten. Onder deze QR-code staan al deze plaatjes die iedereen mag hebben en mag hergebruiken. Dus een PDF, als je een bewerkbare versie wil, moet je maar even mailen en aangeven in welk format dat je wil. Dan stuur ik je een link toe waar die staat. Een mechje of 50 maken. Het zijn allemaal plaatjes van internet, dus als iemand ze wil hebben, joh. Alsjeblieft, veel plezier mee. Enjoy. Ik kan me voorstellen dat er wat vragen zijn. Voor mij dat is geen echte vraag. Dat is een algemene opmerking. Ik ben al meer dan 20 jaar lid van de Groene Beweging. Dus actief, maar precies. En dus de verhalen in verband met nu zijn wij echt niet ver van een zeer slechte situatie. Binnen een enkele jaren gaat het zo zijn, hoor ik al ongeveer 30 jaar. Dus tot nu toe is het niet waar. Wat niet wil zeggen natuurlijk dat het niet waar gaat zijn. Maar dus, en bijvoorbeeld, gedurende de Club van Rome waren er veel mensen die zeiden, ja, met overbevolking. Ik ben de naam vergeten, maar je kunt zeker de naam van de persoon. Hij had gezegd, dat is nu totaal zeker dat binnen 20 jaar we zullen miljoenen mensen hebben die zullen van honger sterven. En er zijn toen ook in de jaren 80 miljoenen mensen ja, maar dus aan de honger. Nu, sindsdien, is het aantal mensen per miljoen die van honger sterven echt regelmatig gedaald zonder onderbreking. Ja. Wat er een keer niet zeggen. En nu mijn mening in zeer kort op dat. Okay? In zeer kort is probleem nummer 1. Inderdaad, CO2-uitstoot. En risico nummer 1, het feit dat wij zouden, dat, zoals je zegt, dat is mogelijk om van energie te switchen, dus naar elektriciteit of naar zonne-energie enzovoort. Maar je moet, we beginnen dus het absoluut niet momenteel, of bijna niet. En dus ja. wij zouden moeten nog. Ja, dus je weet dat zo'n switch, dat vraagt een lead time van waarschijnlijk tot 20 jaar. En gedurende die tijd moet je een functionele economie hebben om hem te doen. Ja, maar en dat had dus eigenlijk de afgelopen 20 jaar moeten zijn. Dat hebben we niet gedaan. Dus hopelijk hebben we nog 20 jaar de tijd. Ja, dat geloof ik niet, omdat bijvoorbeeld gedurende de Tweede Wereldoorlog is de industrie van benzine enzovoort geswitcht naar koolindustrie en er waren bijvoorbeeld wagens die met grote. Maar dat was in een wereld waar het oppompen van één vat olie, dat kostte een honderdste vat olie aan energie. En we leven nu in een wereld waar het oppompen van een vat olie. Maar met technologie van 60 jaar, van 70 jaar.
Maar oké, okay, dus, nee, maar ik denk dus ook, dus de oplossing voor het klimaatprobleem, in mijn visie ook, is inderdaad een World War II type mobilisatie. Waar je dus gewoon tegen alle autobedrijven zegt, stop met auto's maken. Vandaag. Ja. Je maakt nu alleen nog maar windmolens, zonnepanelen, andere dingen. Ja. Gewoon stoppen met auto's maken. En een heleboel auto's gaan nog 20 jaar mee, dus dan zijn de auto's op als de olie op is, dat loopt dan mooi synchroon. Maar echt gewoon stoppen. De Verenigde Staten stopte 60 dagen na Pearl Harbor met het produceren van auto's. En maakte toen geen nieuwe auto's meer, behalve militaire voertuigen, tot één maand na het eind van de Tweede Wereldoorlog. En die kun je dus dan? Maar je hebt wel politieke wil nodig. Ik wil toch één ding zeggen van wat met de globale verwarming. Dat is toch, vind ik, zeer belangrijk om te weten, om te zeggen dat wij niet weten hoe het werkt in feite. En dat er zoveel controversen zijn omdat wij dat niet weten. Maar wat absoluut zeker is, is dat het niveau van CO2 in de atmosfeer is, gaat omhoog en dat het. Dat is absoluut zeker dat het onze fout is. En dat is ook absoluut zeker dat er, als je dat in vitro doet, dat de temperatuur naar omhoog gaat. Maar voor de rest, in feite verstaan wij niet waarom bijvoorbeeld er meer ijs inderdaad in Antarctica is. En waarom dus, sinds, er zijn een heleboel details die we niet weten. Ja. Maar in mijn visie weten we genoeg details om te weten. Kijk, ik zeg het altijd maar als. De eerste SS Panzerdivisie aan jouw oostgrens optreedt, dan hoef je niet te weten wie de kudde schapen heeft gehoed die de wol heeft geleverd voor hun uniformen. Dus dan is er een niveau van detail wat je niet hoeft te weten, om toch te weten dat je een probleem hebt. Ja, dus ik ben totaal akkoord, maar het probleem van. Ik vind het wel een beetje anders met weer vergelijken, omdat nu de oorzaak van global warming. Het mechanisme is niet eens helemaal begrepen. Nee. Het heeft ook heel lang gehad met roken en de vangen. Sorry, de oorzaak. Sorry, echt even. Ja? We weten, de toegenomen CO2 in de lucht is ten gevolge van fossiele brandstoffen. Dat kunnen we zien aan de carbon dating. Daar is geen twijfel over. Alright. Daar is geen twijfel over. Er is ook geen twijfel over het feit dat de oceanen 90% van de extra zonnewarmte hebben geabsorbeerd de afgelopen 15 jaar. Daar is geen twijfel over. Er is ook geen twijfel over het feit dat de methaanverdamping die op dit moment in het Arctisch gebied plaatsvindt, en die nog wel eens veel gevaarlijker zou kunnen worden dan alles dat we hebben uitgestoten de afgelopen 250 jaar, dat een gevolg is van die opwarming. Dat is allemaal, sorry, er is echt geen twijfel. Er is ook bij heel veel mensen geen twijfel dat een mens nooit ouder dan 90 jaar kan worden. Uh-huh. Maar dus, dat zijn allemaal geen wetenschappers. Dus mensen, maar dat gaat echt te snel en te makkelijk. Echt. Okay. Nou, maar heb je wetenschappelijk gezien, heb je nu over associaties. Dat moet je toegeven. Het zijn causale relaties. Die we goed genoeg kunnen meten en die we goed genoeg kunnen gebruiken. Dat betekent niet dat er nog een consensus. De wetenschappelijke consensus is wat Arjen voorkomt. De brede wetenschappelijke consensus. Of dat waar is. Als jij. Wederom, ga je de hele planeet een risico lopen. Als jij met je kind naar een congres van oncologie gaat en 99 van de oncologen zeggen, je moet je kind geen dioxine geven, ga je dan zeggen, ja, maar er is één. Ja, die heeft noem maar eens één oncoloog die serieuze behandeling tegen kanker heeft. Eén, je moet die oncoloog luisteren. Niet mijn metafoor misschien berekenen, maar als 99% van de wetenschappers in een bepaald gebied in grote consensus en met peer-reviewed publicaties daarover zegt, dit denken wij, best can-do kennis is er waarschijnlijk aan de hand. En we zien dat in een hele sorry dat ik het zeg, de geschiedenis bezaaid met voordelen, met voorbeelden van waar. En als jij met de levens van 7 miljard mensen wil spelen op die 1% kans, good luck with that. Maar ik sta liever aan de andere kant van het hek. Ik wil dus nog een keer zeggen, voor mij, een van de gevaren dat is om te zeggen, oké, wij weten precies wat er gebeurt. Wij weten precies dat CO2 uitstoot. Maar we weten niet precies wat de gevolgen zijn, maar ik ben het met jou eens. In ieder geval is het super gevaarlijk, maar we weten niet soms waarom het traag gaat en soms vlugger. En in feite, dat is in feite nog gevaarlijker, omdat dat wil zeggen dat de sneeuwbaleffect nu vertraagt het. En dat kan opnieuw versnellen. En dat zou nog rampzaliger zijn. Het gaat erom wie wat er over doet. De mensen die erover bepalen, die willen zeggen. Nee, ja, luister, er wordt door energiebedrijven en geallieerde partijen miljarden uitgegeven aan niks anders doen dan het twijfelzaaien hierover. Ja, precies. Er is een twijfelindustrie. En by the way, die hebben meer geld dan de mensen die hier onderzoek naar doen. Maar je mag toch wel twijfelen.
toch even terug. Ja, maar als je willens en wetens twijfelt. Blijf van haar maken. De relatie tussen CO2 en temperatuurverhoging is volgens mij niet één op één. Ik dacht ook te weten dat de temperatuurverhoging de laatste 8 jaar mee is zelfs, marginaal is door de CO2-verhoging. Ja, want het is in de oceanen gegaan. Ik heb het verhaal hoor. Ik heb ook begrepen dat zonnevlekken met name worden gezien op dit moment als een van de grootste oorzaken waarschijnlijk van klimaatveranderingen. Dus met andere woorden, maar, en het goede van het hele CO2-verhaal is tegelijkertijd dat onze auto's zijn schoner geworden, de rivieren zijn schoner. Dus een spin-off is hartstikke goed, niks mis mee. Maar laten we heel voorzichtig zijn met conclusies te trekken en de een op een relaties te leggen die misschien niet wel helemaal juist zijn. Ik voel heel veel politiek gevoel, ik voel heel veel dingen die ik moet geloven omdat iedereen het roept. Maar dat kan vooral heel kritisch zijn. Maar wat je nu zegt, en het soort twijfels die ook bewust en gepland door de grote PR-bureau van deze Dit is hoe de Amerikaanse sigarettenindustrie het 30 jaar droog heeft gehouden, moet zeggen. Ja, maar er zijn misschien wel twijfels. Ja, maar wacht even, maar die beschuldiging gaat over weer. Je kent het boek State of Fear van Michael Crichton. Dat is hetzelfde verwijt, maar dan de andere kant op. Er is een hele industrie ontstaan van mensen die er belang mee hebben, er geld aan verdienen om deze paniekboodschap te verspreiden. Ontzettend veel minder geld verdiend met serie zorgen maken over klimaatverandering dan met je actief proberen mensen Greenpeace, Greenpeace verdient veel minder geld dan Shell, maar krijgt alle belangstelling in de media. Toch of niet? Voor de meeste mensen weten nou niet hoe die Greenpeace is. Maar helemaal onafhankelijk van bewijzen en scenario's, et cetera. We weten toch dat we al 200 jaar ontzettend veel bagger die atmosfeer inpompen. En dat dat op een of andere manier niet goed. Ja, sowieso gifstof in het algemeen. Ja, maar het gevolg van constant schuld zijn ergens. Want het is net religie, want dat CO2 vergeet bij Greenpeace. Het is niet Greenpeace. Het is gewoon de overheid die op die manier ons regels gaan opleggen omdat wij schuldig zijn aan iets wat we zo gaan gedaan hebben waar we allemaal ten onder gaan. Ik vind het te makkelijk. Ik praat wel eens met die overheid en dan kan je vertellen dat een groot deel van de Nederlandse overheid, een van de grootste ministeries, heeft nog steeds als doel om zoveel mogelijk auto's in dit land op zoveel mogelijk vierkante meters asfalt te krijgen. Maar is er niet... Dus alle regels van accijns op brandstoffen, regels... Dat is gewoon een belastingtruc, dat heeft niks met milieu te maken. Dat heeft niks met milieu. Toch echt, kijk eens op groenerekenkamer.nl voor een weerwoord hierop. Veel interessanter dan te zeggen 99% van de wetenschappers zijn het met elkaar eens. Dat is gewoon niet waar, het is feitelijk onjuist. Echt. Nou, wij gaan een fundamenteel meningsverschil hebben. Dat is veel prima. Maar er is toch ook nog een gezondheidsaspect. Ik bedoel even helemaal naast die schuldvraag om. Want nee, maar de schuldvraag, ik wilde dus misschien kom ik dan af en toe wat te calvinistisch over. Weet je, tijdens de laatste ijstijd was CO2-gehalte in de lucht hoger dan dat het nu is. Dus dat is ook een feit. Dan kan je gewoon, als je over carbon meet. Dan ga ik zo meteen even de grafiek bijzoeken voor je dan. Want die heb ik nog nooit zo gehoord. Maar, kijk dan ook gelijk even de groene rekenkamer, dan kun je een goede grafiek vinden. Dat ga ik zeker doen. Maar. Er is controverse. Wat het mooie is van zo'n dag, is natuurlijk dat het daarover gaat. Ja. Het gaat over meningen, het gaat over feiten, het gaat over wetenschap. Sommigen zeggen dat wetenschap meningen zijn en wetenschappers zeggen van niet. En moet je consensus bereiken, ga je toch niet doen. Het goede is denk ik om het allemaal te beluisteren, te bestuderen en daar dan... Misschien dan toch je eigen mening op loslaten. Maar in ieder geval naar de toekomst kijken. Om met elkaar, want ik denk dat we daar allemaal het over eens kunnen zijn. Dat we die toekomst beter zouden moeten inrichten. Maar die weg daar naartoe, ja, die verschilt dan weer. Met heel veel belangen, verschrengeling en inzicht. Maar pleasure, ik ben er de rest van de dag nog voor mensen die nog vragen hadden die niet zijn gesteld. Of opmerkingen. Ja, maar, en voor websites. We gaan gaandeweg de dag door met allerlei andere denkers en initiatieven. Dus ik denk dat het alleen maar een controversiële... En ik had eigenlijk al veel eerder willen afronden, maar ik vond het zo te spannend om het zo te laten. Dus ik zeg eigenlijk, we gaan even wat korte pauze houden, wat jullie goed vinden. Dat we tot 1:15 pauze houden. Is iedereen daarmee eens? Allemaal een paar pillen en... Beneden is catering, hè?
Dit kan bij, ja, die stafkaart is nog even wat langer open blijven. Ik heb voor iedereen een mooie presentatie, maar ik ben aangekomen geen ik zie hier broodjes staan, maar die zijn van die zaal. Dat is niet die. Dat is niet die. En de hele tijd. Wanneer hebben jullie het wachtwoord nog? Waar komt dat op? Nee, je moet vooral ook een leuk mee zijn. Ja. 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 Dat lijkt best wel saai. Als ik wel uit van nee, dat moet morgen. Dan staat zondag even blijven. Van een dag is dat niet. Heb je ons een kort voor? Ja, deze dag niet. Ik weet niet of mensen een broodje van Nederland stellen, anders zou je dat nu moeten gaan doen. Dit is wat ik niet gezien heb, omdat voor mij